heren, in het eerste kenniscafé van 2013, gelukkig nieuwjaar nog trouwens, mag nog net, zeggen we dan maar. Hè. Welkom in het kenniscafé van de Bali, waar we natuurlijk zijn, van de Volkskrant. Ik ben Martijn van Kalmthout van de Volkskrant, van de Koninklijke Academie van Wetenschappen en van NEMO, het Science Center, waar we straks nog meer van gaan vernemen. En natuurlijk gewoon van u, want het is uw café en u komt erop af. Ik ben trouwens ontzettend blij dat er nog zoveel mensen door dat barre weer zijn gekomen. Dus daarvoor alvast mijn eerste compliment. De rest komt straks, zullen we maar zeggen. U wilt uw geld terug? Daarom bent u gekomen, om uw geld te halen. Oké. Goed, nou ja, ik denk het niet eigenlijk. Maar misschien kunnen we erover stemmen. Hoewel, dat lijkt me geen goed idee. Goed, de bar is open, zoals het hoort in een café. Dat voorop en maakt er gebruik van. Wat houdt u tegen, zou ik zeggen. Er zijn ook niet-alcoholische dranken verkrijgbaar. Voorts is het de bedoeling dat we hier met elkaar praten. Dus niet alleen wij hier tegen u, maar u ook tegen ons en het liefst zelfs met elkaar. Nu is het zo dat we dat een beetje verstaanbaar en begrijpelijk moeten doen. En wat dat betreft zou ik willen vragen, als u iets wil zeggen, iets wil vragen met name, of een opmerking wil maken over wat anderen weer zeggen, wacht dan even op de microfoon. Dus laat zien dat u iets wilt zeggen en wacht even op de microfoon. Dan kunnen we het namelijk ook nog wereldwijd uitzenden over het internet. Want deze avond wordt met een livestream ook opgenomen. Kunt u het nakijken en tegelijkertijd kunnen mensen nu alvast meekijken die bijvoorbeeld niet door dat barre weer zijn gekomen. Over bar weer gesproken, ik had één heel praktische vraag. Zijn er mensen die eigenlijk vinden dat ze alweer weg moeten vanwege het weer en het verkeer? Niet echt, hè? Ja, we hadden nog een vaag plan om een kwartier te vroeg te eindigen. Nou, lukt dat sowieso niet. Maar stel dat het gebeurt, zou iemand dat heel erg prettig vinden? Of zullen we gewoon maar zeggen dat degene die weg moet, dat op tijd doet? Oké? Goed, doen we dat. Dan mist u overigens wel Jelle Reumer, die straks met de Vira, jawel, met de Vira naar Rotterdam moet. Hij denkt dat het gaat lukken. Maar ik heb dus al beloofd dat aan het eind van de avond wij met z'n allen een geschiedgebed doen voor de Vira, dan wel Jelle Reumer, zodat hij nog een keer thuis komt vandaag, dan wel morgen. Goed, laten we beginnen met het begin. Ik wil graag weten, we zijn deze avond bij elkaar om te praten over forensisch DNA. Wat kun je ermee, wat kun je er niet mee? Wat is het eigenlijk? Moeten we het opslaan? Moeten we sporen opslaan? Moeten we DNA van iedereen opslaan? Waarom niet? Nou, daar gaan we het over hebben. Maar ik vroeg mij af, er is veel gesproken, met name na de zaak Vaatstra, over dat we met z'n allen in een databank moeten voor met ons DNA. Even gewoon peiling. Is er iemand voor? 1. 2. Oké. Nou, dat is bijna een ruime meerderheid, zou ik zeggen. Ik wil graag weten straks of u van mening veranderd bent deze avond. Of dat de rest van mening veranderd is, want dat kan natuurlijk ook nog. We hebben een aantal gasten die hier vanuit hun expertise denk ik wel interessante dingen over kunnen vertellen. Maar laten we aan het begin beginnen, namelijk met NEMO. Science Center NEMO hier in Amsterdam, bekend van wetenschap waar je naar kunt kijken en waar je aan kunt zitten, doet elke maand een experiment hier in de zaal met u. Niet schrikken, het valt meestal wel mee. We zijn nog nooit gasten kwijtgeraakt bijvoorbeeld. NEMO, Lucas Keining, waar is die? Herkenbaar aan de witte jas. Zal u meenemen in de wonderenwereld van, laten we zeggen, uw eigen DNA? Lucas. Nu? Ja. Hè? Goedenavond allemaal. Ik zoek 3 vrijwilligers die hier op het podium mee gaan doen met de proef. Daar komt vloeistof bij aan de pas. Dus wel mensen die dat durven. Maar er staat ook een prijs tegenover. U kunt uw eigen DNA zichtbaar mee naar huis nemen. Dus wie van u zou dat willen doen? Jij? Ja? Kom maar, als het lukt zo en anders kan je via dat trappetje daar. Jij ook? En misschien nog iemand uit die hoek. Ook goed. Komt u maar, als u wil. Heel dapper. Ik wil je vragen om alvast even goed je mond te spoelen met dit glas water. Het is gewoon normaal water. En dit ook. En dan weer, je mag het doorslikken, maar je mag het ook in dat glas doen. Dat maakt niet zo heel veel uit. Want we gaan eerst de etensresten die deze mensen wellicht nog in de mond hebben, eerst weghalen. Ja, dat zou ik zelf ook hebben. U misschien ook wel. Daarna ga ik hun vragen om
water te gorgelen en te spoelen in de mond. En wat er dan gebeurt is dat er wangslijmvlies loslaat van de wangen. Daar zit ook uiteraard, zoals in elke cel, DNA in. En daar ga ik dan een proefje mee doen om dat zichtbaar te maken. Dus zijn de monden goed schoon? Ja? Dan ga ik de glazen weer verzamelen. En dan krijgen jullie het experimenteerglas. Dat is van plastic. Heel bijzonder. Goed onthouden, jij bent A, volledig anoniem verder. En B en C, dan geef ik ook het goede DNA mee. Want anders zie jij ineens zijn DNA en denk je, dat is niet voor mij. Dat is even voor de goede orde. De bedoeling is om nu een minuut lang te spoelen. En dat weer terug te tuffen. Eigenlijk, of dat het terugkomt in dat glaasje. En wie houdt voor mij een minuut bij? Kan jij dat doen, Martijn? Ja, dat kunnen we doen. Of wil je dat hier? Ja? Ja. Oké. Oké, begin maar. Dus ga je gang. En dan kan ik intussen, als de volgende slide alvast verschijnt, kan ik een beetje uitleggen wat ik zo meteen ga doen. Staat die erbij? Hier staat het. Wat ik straks ga doen in deze bekertjes, ga ik een paar druppeltjes zeep toevoegen. En die zeep die maakt de celmembranen die om alle cellen zit in het menselijk lichaam, die maakt die los of kapot. Waardoor we bij de binnenkant van de cellen kunnen. En hij maakt ook de kern, daar zit ook een membraan omheen, maakt die ook kapot. Dus dan zijn alle eiwitten en alle onderdelen van die cel, die zijn ineens beschikbaar voor onze proef. We doen er ook wat zout in en zout zorgt ervoor dat het DNA niet oplost in het water, of niet zo goed. Vervolgens stoppen we er ook nog wat ananassap in. En daar zit namelijk het enzym protease in en dat knipt de andere eiwitten op. Dus DNA is ook een groot eiwit, maar er zitten nog meer eiwitten in je cel. En die knipt die op, waardoor de proef beter werkt. En uiteindelijk, het staat onderop, dat is misschien niet voor iedereen leesbaar. Doen we de zijn nu op een minuut, Lucas. Oh ja, dan mag het weer terug in je glas, sorry. We doen er koude alcohol bij. En als het goed is, gaat dan het DNA klonteren in die koude alcohol. En dat is straks zichtbaar. Dat duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Dus, we gaan gewoon eerst de inleiding doen. En het is daarna niet weer verdwenen, neem ik aan. Het DNA. Ja, dat het na 12 minuten weer weg is. Nee, dat blijft dan daar mysterieus hangen. Oké, dan doen we de inleiding en dan komen we daarna bij je terug. Dankjewel voor de vrijwilligers. Zover. Applaus graag voor de vrijwilligers. Ik kom zo bij jullie terug met jullie resultaat. Goed, wij gaan los. Het podium stort een beetje in, misschien. We gaan los. We beginnen met, laten we maar gewoon zeggen, de feiten, de basics. We hebben uitgenodigd Lex Meulenbroek. Hij zit hiervoor. Lex, kom erbij. Hij is van het NFI, de bekendste afkorting van de laatste maand, zou je kunnen zeggen. Want toen was de zaak Vaatstra vol in het nieuws. En het NFI is het instituut, het Nederlands Forensisch Instituut, dat zich met de onderzoekingen van DNA, onder meer DNA-sporen bezighoudt. Ja. En die speelde daar een hele belangrijke rol. Ja, cruciaal. Juist. We hebben jou gevraagd om een inleiding te geven over hoe die technieken ongeveer werken. Wat jullie ermee doen en wat jullie er misschien niet mee doen. Ik zag in je cv een heel spannend ding. En dat is dat je het stage hebt gelopen bij de FBI. Hier. Hey. Ja, ja, nou ja, dat is... Hoe ging dat? Nou, wat ik eigenlijk vond, we zijn daar op het DNA-lab geweest. Ja. En wat mij nog steeds bijstaat, dat het eigenlijk in Nederland er veel beter uitzag. Beter? Ja, ik moet zeggen, wij doen eigenlijk meer dan ze bij de FBI doen. En, dat maar was zij maken er wel weer spannende films over. De films zijn wat beter, maar ik denk dat we in Nederland best trots mogen zijn op wat er in Nederland aan DNA-onderzoek gebeurt. Oké, nou Lex, leg ons uit hoe dat ongeveer gaat. Ja. En dan kunnen we er straks allerlei heikele punten van verder bespreken. Oké. Lex. Goed. Welkom allemaal. Het is leuk om jullie in een ruim 5 minuten iets te gaan vertellen over DNA-onderzoek in Nederland. Ik kan er uren over vertellen. Het is een geweldig onderwerp. Ik zal proberen het in 5 minuten te doen. En ik ga door de belangrijkste punten heen en die jullie in feite ook genoeg kapstokken geeft om een discussie te voeren of een mening te herzien of versterkt te zien. Dit zijn natuurlijk bekende plaatjes uit de kranten op internet die DNA-onderzoek zo bekend hebben gemaakt in de forensische wereld. We kennen allemaal de bekende moordzaken, Andrea Luthe,
De Christel Ambrosius, de Putterse moordzaak en natuurlijk zeer recentelijk de Marianne Vaatzaak, die door DNA-onderzoek enorm in een stroomversnelling is gekomen. En typerend voor al die zaken is, het was eigenlijk mysterieus hoe deze meisjes om het leven zijn gekomen. Jarenlang was het onduidelijk wie daar verantwoordelijk voor was. En in één keer is dan door DNA iemand in beeld en die in feite in al die drie gevallen uiteindelijk heeft in ieder geval veroordeeld is of wellicht gaat worden. Even naar de DNA-onderzoek. Forensisch DNA-onderzoek bestaat dit jaar 25 jaar. We hebben eigenlijk ook een soort feestje. Niet alleen in Nederland, maar internationaal is DNA-onderzoek 25 jaar toegepast in misdaadonderzoek. Ik ga heel kort even door die geschiedenis heen. Ik laat een paar mijlpalen zien om een beeld te geven hoe het zich ontwikkeld heeft. Het begon allemaal in 87, 88 toen in Engeland de DNA-fingerprint werd ontdekt. Men ontdekte dat er op het DNA plaatsen zijn die heel interessant zijn om mensen van elkaar te kunnen onderscheiden. Vervolgens werd dat in Nederland toegepast, maar al gauw bleek dat het wel belangrijk was dat er een wetgeving voor moest komen. Want zolang iedereen meewerkte was het natuurlijk geen enkel probleem, maar op een gegeven moment als iemand verdacht is, dan had hij natuurlijk geen zin om zijn DNA af te gaan staan, om aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Dus daar was een DNA-wet voor nodig en die kwam uiteindelijk in 1994. In 1997 is de DNA-databank opgericht. En die bestaat dus eigenlijk ook al ruim 15 jaar. Vervolgens is in 2003 de wet nog wat verder doorgevoerd. En toen bleek het ook mogelijk, in theorie in principe, om uiterlijke kenmerken uit sporen te halen. Dus niet alleen maar die profielen, maar ook te kijken van ja, hoe ziet iemand eruit van wie dat spoor afkomstig is. Die wet was in 2003, terwijl de mogelijkheden eigenlijk nog lang niet zo ver waren. In 2005 werd een volgende hele grote stap genomen. Dat betrof de wet DNA bij veroordeelden. Dat betekent dat vanaf dat moment iedereen die veroordeeld werd voor een strafbaar feit waar voorlopige hechtenis toegestaan was, moest zijn DNA afstaan. Ook al was dat DNA-onderzoek helemaal niet nodig in de desbetreffende zaak. Iedereen moest toen die DNA-databank in. En vanaf dat moment ging die DNA-databank enorm groeien. Er kwamen steeds meer mensen bij en dat leverde ook steeds meer matches op in misdaadzaken. Ik zal er zeker een aantal cijfers van laten zien. In 2008 werd er weer een grote stap gemaakt. Toen werden de DNA-profielen die in de Nederlandse DNA-databank zitten ook vergeleken met DNA-profielen in andere databanken, in andere landen. Er werd internationaal uitgewisseld. Dat is sinds 2008 is dat begonnen. Ik zal zeker laten zien hoe ver dat nu is. In 2012 was het natuurlijk een heel belangrijk jaar. Toen werd voor het eerst mogelijk om ook verwantschapsonderzoek te doen in misdaadzaken. Dat was daarvoor nooit, technisch was het mogelijk, maar het was niet toegestaan door de wet. 1 april 2012 veranderde dat. Toen mocht men ook in de DNA-databank of bij vrijwillig deelnemende mensen gaan kijken of ze misschien verwant zijn van de donor van het misdaadspoor. Nou, het is niemand ontgaan dat in datzelfde jaar nog een van de belangrijkste moordzaken een doorbraak kende door deze nieuwe toepassing. Waarom is het DNA nou zo bijzonder? Het is toch even belangrijk om er even bij stil te staan. Want met DNA-onderzoek kijken we altijd naar 15 plaatsen op het DNA. En die 15 plaatsen, als we die bekijken, dan levert dat 15 maal 2 DNA-kenmerken op. En die 30 kenmerken die we dus in in het DNA gaan zien, die vormen bij elkaar het DNA-profiel. En een DNA-profiel is zo bijzonder, zo persoonsonderscheidend, dat in de regel het zeldzamer is dan 1 op de 1 miljard. Dus elk volledig DNA-profiel is extreem zeldzaam. De technologie is ook zeer gevoelig, wat betekent dat we maar heel weinig DNA nodig hebben om zo'n profiel te verkrijgen. De derde belangrijke eigenschap is dat het een heel betrouwbare technologie is. Die technologie die we toepassen, die komt uit de ziekteleer, uit de moleculaire diagnostiek. En die hebben we eigenlijk in de forensische wetenschap gewoon toegepast. Dus over die techniek die gebruikt wordt, daar is iedereen het gewoon over eens dat dat heel betrouwbaar is en solide is. Dus daar zijn geen discussies over. En de vierde belangrijke eigenschap is dat het eindresultaat, dat DNA-profiel, wat uiteindelijk uit het onderzoek komt, dat is een soort cijfercode. En die cijfercode kan je heel makkelijk digitaal opslaan en vergelijken met cijfercodes van andere profielen. Dus het eindresultaat is heel makkelijk te vergelijken met onderzoek uit andere zaken. En dat doen we natuurlijk in de DNA-databank. Even heel kort naar het begin, dat is even belangrijk om te weten. Het DNA is in elke lichaamscel hetzelfde. Dus uit je neus, je teen heeft allemaal hetzelfde DNA.
Dat is natuurlijk belangrijk voor DNA-onderzoek. We hebben eigenlijk alleen maar je wangslijmvlies nodig. Dan halen we daar DNA uit. En dat kunnen we natuurlijk vergelijken met DNA uit elk ander deel van je lichaam. Dat moet allemaal hetzelfde zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor je DNA-profiel. Het DNA-profiel van je wangslijmvlies is hetzelfde als dat van je bloed of uit de huidcellen van je grote teen. Ik zal het niet te technisch maken, maar hier nog even een plaatje van het hele DNA. Dat zijn dan de chromosomen en de chromosoomparen. Die rode balkjes, dat zijn de plekken van het DNA waar we naar kijken. Wij kijken altijd naar 15 plaatsen op het DNA. Dat noemen we ook wel 15 loci. En doet elk ander lab in de wereld kijkt ook naar die plekken. Iedereen kijkt naar dezelfde plekken op het DNA. En die plekken waar we naar kijken, die vertellen niet over hoe je bent, wie je bent. Die hebben geen, zeg maar, erfelijke informatie die iets zegt over jouw functioneren. Dat is gewoon een onderdeel van het grote deel van het DNA wat niet codeert voor eigenschappen. Dus het is ook heel makkelijk om daar iets mee te doen, want je zegt daarmee niks over iemand zelf. Even een plaatje van een DNA-profiel, daar weten we ook allemaal waar we het over hebben. Dit is nou een DNA-profiel. Dat is eigenlijk niks anders dan pieken met cijfers eronder. En als je goed kijkt, zie je aan de linkerkant op de tweede rij links, daar staat een piek voor een X en een piek voor een Y. En dat betekent, dit is een DNA-profiel van een man. Een man heeft een X en een Y, een vrouw heeft een X. Die heeft alleen maar een piek voor X. Zo zien we dus of het een man of een vrouw is. En die pieken die we zien, die horen bij die 15 loci die we onderzoeken. Dus een DNA-deskundige kijkt naar de pieken en de cijfers die onder die pieken staan. Dat is het DNA-profiel. En uiteindelijk is dit de code, het DNA-profiel, de code die de databank ingaat. Dat is niet anders dan een reeks van cijfers. En dit is het DNA-profiel van deze persoon. Wat doen we nou als we DNA-profielen vergelijken? Die DNA-deskundige heeft een DNA-profiel van een spoor, bijvoorbeeld een bloedspoor, en hij heeft een DNA-profiel van een verdachte. En dan gaat hij gewoon kijken, locus voor locus, plek voor plek, is het hetzelfde of niet. Dus hier aan de linkerkant, die omcirkeld zijn, dat zijn dezelfde plaatsen. De ene bij het bloedspoor, de andere bij die persoon. En je ziet, en dat geldt ook voor die andere plaatsen, dat het allemaal hetzelfde is. Dan hebben we het een match. Dus een match betekent, het DNA-profiel van het spoor is hetzelfde als het DNA-profiel van deze persoon. Dat betekent dus dat het spoor van deze persoon afkomstig kan zijn. Want als het anders was geweest, had het nooit van hem kunnen zijn. Als het nou niet hetzelfde is, weer in zo'n misdaadzaak, dan heeft dat spoor een DNA-profiel, maar we weten niet van wie het is. Dan kunnen we het in de Nederlandse DNA-databank opslaan. Nou, hier staat wie er allemaal in die DNA-databank terechtkomen. Dat zijn natuurlijk de sporen die we vinden, waarvan we niet weten van wie ze zijn. Dus die niet matchen binnen een zaak. DNA-profiel van verdachten gaan erin, van overleden slachtoffers, waarvan de zaak nog niet is opgelost. Van veroordeelden, wat ik net al aangaf, sinds 2005 gaan heel veel veroordeelden de databank in. En ex-gedetineerden mogen ook zich vrijwillig laten opnemen. Dit zijn de personen en de sporen die in de databank gaan. Je ziet in eind 2012 zaten er bijna 160.000 personen in de databank en zo'n ruim 50.000 sporen. En het plaatje hierachter geeft aan de groei van de Nederlandse DNA-databank. En je ziet vanaf 2005, vanaf dit moment, gaat het dus enorm hard. Want er worden heel veel veroordeelden opgenomen. En die matchen dus met heel veel sporen in de zaak. Even wat cijfers om een beeld te krijgen van hoe efficiënt is die databank die we nu hebben. Want we hebben natuurlijk heel veel discussie over die databank, moet iedereen in. Maar hoe is die huidige databank dan en hoe werkt die? Nou, ten eerste geldt dat daar alleen sporen en personen in komen, waarvoor geldt dat ze te maken hebben met een misdrijf waar maximaal 4 jaar of meer voor geldt. Dat betekent ook als jij 1 jaar veroordeeld wordt, dat je toch, maar het misdrijf is voor 4 jaar of langer gesteld, dan kan je toch de databank in. Dus het gaat om de maximale straf die bij zo'n delict hoort. Hetzelfde geldt voor de veroordeelde. Ook al heb je in jouw zaak, is er niks gedaan met DNA, je wordt veroordeeld, dan ga je toch de databank in. Sinds 2005. Nou, wij vinden momenteel zo'n 120 matches per week. Dus 120 keer wordt er een persoon aan een spoor gekoppeld in de databank. En wat voor matches zijn dat dan? Nou, dat is zeg maar zo'n 88% zijn dat high volume crimes, dus inbraken, kleine overvallen. En in 12% zijn dat ernstige delicten, moord, zedenzaken, drugs. Dus het zijn zeg maar zo'n ruim 12%. Zeer zware delicten.
Wat interessant is van die databank, dat zo'n 28% van de sporen die we opnemen direct een match geeft met de persoon. En zelfs 47% van alle sporen die we opnemen, die gaan uiteindelijk matchen met een persoon. En wat ook blijkt, is de veroordeelde die we opnemen, 7,2% geeft daarvan een match met een spoor in een zaak. Dus je ziet in de huidige databank, hè, waar dus de veroordeelden in zitten, mensen met een strafblad, dat er dus een zeer efficiënte databank is die een hele hoge ratio van matches heeft. Zeer veel matches worden met deze groep personen bereikt. Die databank moet natuurlijk aan een aantal eisen voldoen. Nou, die databank heeft er ook een keurmerk, de Privacy Audit Proof. Dat betekent dat je mag dit alleen maar doen als je aan die strenge kwaliteitseisen voldoet. Het is ook een stand-alone systeem, daar kan niemand verder bij zijn, maar een paar mensen binnen het NFI die daar toegang toe hebben en die worden op een bepaalde manier gescreend en gemonitord. En, heel belangrijk, de sporen die die databank ingaan, moeten ook aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. Het is niet zo dat je elk spoor maar opneemt. Daarvoor moet je een goed profiel hebben en dat profiel moet ook een hoge zeldzaamheidswaarde hebben. Dus het idee dat je elk spoor wat je vindt in de databank kan zetten, dat klopt niet. Die sporen moeten wel een hoge mate van kwaliteit hebben en goede profielen hebben opgeleverd. Dat internationaal uitwisselen doen we sinds 2008 en dat betekent dat elke dag worden de profielen van sporen en personen uitgewisseld met deze 14 landen. En vorige week is daar Polen bijgekomen. Die lijst zal steeds langer worden en uiteindelijk zal, dat is het idee, heel Europa en wellicht later ook Amerika die uitwisseling tot stand brengen. Dat betekent dus ook heel veel matches krijgen met het buitenland. Dus mensen die in Nederland iets gedaan hebben en naar Polen vluchten, kunnen op die manier weer in beeld komen. Dat was het standaardonderzoek. Een standaardprofiel van het hele DNA, die 15 plekken waar we naar kijken. Dan hebben we ook nog het mannelijk DNA-onderzoek. Dat is in de FATA-zaak veel besproken. Dan kijken we alleen naar het DNA wat alleen mannen hebben. Dat is dat kleine vliebeltje daar naar de rechterkant. Het kleine chromosoom, dat hebben alleen mannen. Daar kunnen we ook een profiel van maken. En dan kijken we alleen naar het DNA wat mannen hebben. Dat kan soms zeer interessant zijn. Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande. En daar wil ik vandaag ook even kort bij stilstaan. DNA-onderzoek is een voortdenderende trein met continu nieuwe ontwikkelingen. En zelfs de mensen die werken bij de DNA-afdeling zijn soms verbaasd hoe snel al die ontwikkelingen gaan. Zo zijn er ontwikkelingen om sporen te vinden. Betere methodes, waar zitten nou die sporen die met het misdrijf te maken hebben? We kunnen ook veel beter vaststellen wat voor sporen zijn het nou. Bloed, sperma, speeksel kunnen we al heel lang, maar bepaalde soorten huidcellen, om die te vinden, dat zijn nieuwe technologieën voor ontwikkeld. Ook hoe krijg je die sporen nou veilig van die objecten af? Een minimaal spoor op een spijkerbroek, hoe krijg je dat nou heel goed af? Daar zijn allerlei nieuwe technieken voor ontwikkeld. Veel beter dan als 10, 15 jaar terug kon. En we combineren allerlei sporenonderzoek met elkaar. Vingersporen met DNA-onderzoek. En zo kunnen we bijvoorbeeld ook al gaan kijken hoe oud een bloedspoor is. Allemaal nieuwe technologieën die gaande zijn en nog steeds voortdenderen. Ook is standaard DNA-onderzoek steeds gevoeliger geworden. En wat wij zien in cold cases en old cases, oude zaken, als we die opnieuw gaan onderzoeken, vinden we vaak nu wel hele goede profielen waar we 10 jaar geleden niks vonden of hele slechte profielen vonden. Dus die techniek die je nu ontwikkelt, heeft ook heel veel invloed op oude zaken die nog steeds liggen en open eindjes hebben. Maar we kunnen nog steeds verder gaan. We kunnen naast het standaardprofiel, wat dus helemaal niks zegt over hoe iemand is, ook kijken bij sporen van, ja, hoe ziet diegene er nou uit die dat spoor heeft achtergelaten? Die onbekende dader, hoe ziet die eruit? We kunnen tegenwoordig al gaan kijken waar die mogelijk vandaan gekomen is. Dat wil niet zeggen dat we uit een spoor zien van hij komt uit Volendam. Nee, we kunnen wel zien hij komt uit Europa of hij komt uit Afrika. We kunnen zeg maar een geografische herkomst bepalen aan de hand van dat spoor. Ook kunnen we kijken naar de oogkleur en de haarkleur van die onbekende dader. En we kunnen bijvoorbeeld ook de leeftijd van het bloedspoor, van de donor van het bloedspoor gaan schatten. Degene die heeft achtergelaten, hoe oud zou die geweest zijn? Dat zijn allemaal ontwikkelingen die gaande zijn. En we willen natuurlijk alles sneller, beter. We willen tegenwoordig ook op de plaats delict al kunnen zeggen van, hey, zit daar DNA in dat spoor?
En kunnen we misschien op de plaats Licht al een profiel maken? Dat zijn ontwikkelingen die nu gaande zijn. Die zijn niet alleen voor het misdaadonderzoek interessant, maar ook bijvoorbeeld in oorlogsgebieden. Dat je heel snel kan kijken van, we hebben hier menselijke resten, kunnen we gaan kijken van wie dat mogelijk afkomstig is. DNA-verwantschapsonderzoek is in 2012 mogelijk geworden. Dat is een enorme doorbraak geweest. We hebben er heel lang, konden wij dat technisch al, sinds 1 april 2012 is het wettelijk toegestaan. Het is niemand ontgaan dat de eerste zaak die daarvoor aangedragen werd de Marianne Vaatsa-zaak was. Nu is het DNA-verwantschapsonderzoek niet iets wat je zomaar mag doen. Daar gelden hele strenge voorwaarden voor. Dus het is niet zo dat wij standaard dat allemaal maar doen. Daar moet een heel lang route voor doorlopen zijn. Ik sta hier iets langer bij stil omdat het zoveel aandacht heeft gekregen. Dat komt goed uit. Want wat zijn nou de voorwaarden voor dit vergaande onderzoek te doen? Ten eerste moet het een zeer ernstig misdrijf betreffen. Ten tweede moet het dus grote maatschappelijke onrust teweeg hebben gebracht. En het onderzoek moet zijn vastgelopen. Er is geen verdachte, er is geen clue meer waar men zich aan vast kan houden. En men heeft het idee van, nou, als we verwantschapsonderzoek kunnen gaan doen, dan zou dat misschien wel de doorbraak kunnen geven. Dat is zeg maar het juridisch kader. Maar de voorwaarden technisch zijn ook heel groot. We moeten wel een heel goed spoor hebben. We moeten echt een daderspoor hebben. De politie of de OM moet overtuigd zijn dat dit spoor is van de dader. En dat spoor moet een heel goed DNA-profiel hebben opgeleverd. Zodat we alle onderzoeken erop los kunnen laten die mogelijk zijn. Nou, dat zijn zeg maar de voorwaarden. En als zo'n zaak zoals de Vaatsa-zaak dan daarvoor geschikt lijkt, dan moet die een hele procedure door voordat het eigenlijk gezegd wordt, oké, ga het maar doen. En tot slot, om even het overzicht in de Vaatsa-zaak te geven. De Vaatsa-zaak is natuurlijk een modelzaak waarin alles is gedaan wat er maar mogelijk was. Sinds de moord is er eigenlijk elk onderzoek op DNA-gebied uitgevoerd in deze zaak. Het was de eerste zaak waarin we gingen kijken dat spoor wat daar was. Er waren goede sporen van een dader zichtbaar. Is dat van iemand uit Nederland, uit Europa of misschien iemand uit een ander continent? Dat was natuurlijk op dat moment een probleem, omdat iedereen of veel mensen naar een asielzoekerscentrum wezen. En men toch wel grip wilde hebben van ja, is dat terecht? Zijn die aanwijzingen steekhoudend? Toen is voor het eerst gekeken naar welk gebied in de wereld zou deze dader vandaan kunnen komen. En het onderzoek leidde uiteindelijk tot een idee van nou, die dader komt zeer waarschijnlijk uit Noordwest-Europa. Die kans is veel groter dan dat hij uit een ander deel van de wereld komt. Toen is er in die zaak een grootschalig DNA-bevolkingsonderzoek geweest. Wel, zeg maar, niet in één keer heel veel, maar steeds werden gewoon mensen benaderd van wil je meedoen aan een grootschalig bevolkingsonderzoek? En dan kijken gewoon, ben jij de dader? We hebben het spoor van de misdrijf en we gaan gewoon kijken, is dat spoor van het misdrijf hetzelfde, dat profiel, als dat van jou? Je gaat één op één kijken van, kan jij de dader zijn? Nou, in het beginjaar dat mocht, werkten vaak nog mensen mee aan dat soort onderzoeken die ook daadwerkelijk dader waren. We hadden niet het idee, dat leverde in die Vaatsa-zaak uiteindelijk niks op. Hè. De uiteindelijke verdachte deed daar toen niet aan mee, die werd er niet voor uitgekozen. Toen lag het onderzoek weer heel lang stil en toen kwam in één keer de mogelijkheid om verwantschapsonderzoek te doen. En dan doe je eigenlijk twee dingen in zo'n zaak. Eerst ga je kijken in de DNA-databank. Zit daar iemand of zitten daar mensen die mogelijk verwant zijn aan degene van wie dat spoor is. En dan gaan we kijken op twee manieren. We gaan kijken, zit er misschien een ouder-kindrelatie in die databank met die dader? Of misschien een broer-broer of broer-zusrelatie? Daar hebben we hele ingewikkelde rekenprogramma's voor die dat automatisch gewoon berekenen of daar een serieuze kans op is. Alle personen in de databank zijn vergeleken op die manier met het daderspoor. Maar uiteindelijk was er geen één bij waarvan uiteindelijk gezegd kan worden, nou, dat is een reële kans dat dat een familielid is van de dader. Dus dat onderzoek liep dus ook stuk, of beëindigde daarmee. Toen was er het allerlaatste middel en dat was natuurlijk van, nu gaan we dus de samenleving vragen, de omgeving vragen om mee te doen. Nou, dat is een eindeloos, een heel goed, een groots opgezet traject geworden, waarin in mijn beleving het Openbaar Ministerie en de politie uiterst zorgvuldig maandenlang bezig is geweest om iedereen daarop voor te bereiden, uit te leggen wat wordt er gedaan.
En wat ga je dan doen? Dan ga je dus aan, in dat geval aan 8080 mensen vragen van, nou ja, sta je DNA af? En dat wordt dan vergeleken met het daderspoor. En dan gaan we kijken of er mogelijk een verwantschap zit tussen jou en dat spoor van die dader. Nou, dat leidde uiteindelijk, wat wij toen hoopten, dat je op die manier op weg geholpen wordt naar een familierelatie. Totdat natuurlijk de uitzonderlijke uitslag kwam dat we een DNA-profiel kregen, wat exact hetzelfde was als het DNA-profiel van het spoor. Ja, en nou, iedereen kent natuurlijk het verloop van de zaak, maar uiteindelijk blijkt dus degene die zeer waarschijnlijk dan de donor van dat spoor is, ook daadwerkelijk aan dit onderzoek te hebben meegedaan. Het idee was, men had het idee, die dader woont daar niet meer, is misschien overleden, is daar weg, en we gaan via die familie en dat spoor kijken of we hem op die manier kunnen vinden. Maar dat bleek dus eigenlijk allemaal anders te lopen, maar dit was wel de opzet. Wat heel belangrijk is tot slot, is als je dit soort toch wel vergaande onderzoeken doet en een beroep doet op de samenleving om DNA af te gaan staan voor dit soort onderzoeken, dat je heel duidelijk vertelt wat je gaat doen. En ik denk in die vaderzaak was de eerste grote zaak in Nederland die op die manier werd aangepakt. Ook wereldwijd was het in zijn omvang een unieke zaak. En ook wereldwijd is toch met heel veel bewondering gekeken hoe dat is aangepakt in de voorbereiding naar de samenleving. En daarbij golden eigenlijk deze belangrijke punten. Je moet gewoon heel duidelijk maken en ook laten zien dat je het DNA wat je van mensen vraagt ook alleen maar gebruikt om dat profiel van te maken. En niks anders mee doet. En je moet ook heel duidelijk aangeven, zo'n DNA-profiel zegt helemaal niks over wie je bent of hoe je bent. We kunnen alleen maar met die cijfercode die daaraan vasthangt kijken of jij misschien familie bent van de dader. Meer kunnen wij daar niet uithalen. En je moet zeggen van en duidelijk maken dat je het ook alleen maar voor dat onderzoek gebruikt. En niet stiekem met het DNA van die persoon in die databank gaat kijken of hij misschien ook andere dingen heeft gedaan. En je mag natuurlijk nooit die profielen opnemen in de databank. He, mensen werken vrijwillig mee en worden dus daardoor ook niet opgenomen in de databank. En als allerlaatste moet je dus heel duidelijk laten zien, dat heeft men ook bij ons gefilmd recentelijk, dat alles wat we hebben verzameld, profielen, celmateriaal, dat allemaal vernietigd wordt. En op die manier kan je dit soort dingen doen en is het ook verantwoord naar de samenleving toe. Ik heb het heel snel gedaan, ik weet niet of ik mijn tijd heb gehaald. Nee. Nee, hè? Daar was ik al bang voor. Oké, dit was even heel kort, maar als er meer vragen zijn, hoor ik het uiteraard graag. Ik kan me voorstellen dat er heel veel dingen zijn die leven of dit naar boven brengen. Dan, nou, dankjewel Lex Meulenbroek. We hebben wel even tijd voor een paar vragen, dus ik zou willen voorstellen dat u dat even kenbaar maakt. Ik zie helemaal niks, ik zie alleen maar een grote lamp. Oh, daar zie ik een vinger en hiervoor ook. Dat wordt verwijderd op het moment dat ze niet langer verdacht zijn. Ja, dus, op het moment dat jij in een zaak verdacht wordt, dan wordt je DNA-profiel opgenomen. Inderdaad, op het moment dat je dus niet meer verdacht bent, dan wordt het eruit gehaald. Het is wel zo dat het Openbaar Ministerie moet de DNA-databankbeheerder een opdracht geven. Dus het Openbaar Ministerie koppelt dat terug en dan wordt het vernietigd. Ja, ik wilde ook graag even op inhaken. Ludwig Lindeman, Eindhoven. Je hebt telkens het jaar 2005 gebruikt, volgens mij is, of ik heb al eens gehoord van het jaar 2010, wat is daar dan mee? Ja, het veroordeelde traject, zeg maar in 2005 werd gezegd, oké, we gaan nu veroordeelde opnemen. En uiteindelijk is in 2010 is de laatste fase doorgevoerd. We hebben gezegd, eerst gaan we de veroordeelden ook met enige terugwerkende kracht opnemen die dus zedendelicten hebben gepleegd of ernstige delicten. En dat was natuurlijk een enorme operatie, want dan praat je echt over 50.000 profielen die extra moeten gemaakt worden en in de databank ingezet worden. Dus er moest een soort inhaalslag gemaakt worden om al die mensen op te nemen. En uiteindelijk is in 2010 gezegd van oké, nu kunnen we echt alle veroordeelden die aan die criteria voldoen opnemen. Dus je bent nu volledig? Nu is het volledig, ja klopt. Oké, ik zie nog meer handen. Even één vraag van mijn kant. Wat ik niet begrijp is, je zegt, we doen 15 punten en ja, toch kun je verwantschappen ontdekken. Ja. Hoe werkt dat dan?
Die ingewikkelde dieren heb ik eruit gehaald om kort te houden. Maar ik heel kort zeggen. Je hebt me eerst beloofd dat er 1 in de miljard kans is dat er een dubbeling zit. Ja, en je kunt er wel dingen aan zien. Kijk, dus. Een DNA-profiel op zich, die kenmerkenreeks. Je kijkt naar 15 gebieden. Elk gebied heeft 2 kenmerken. 1 van je vader en 1 van je moeder. Dus je krijgt 30 DNA-kenmerken. Nou, die combinatie is extreem zeldzaam. Die is altijd vele malen zeldzamer dan 1 op de 1 miljard. Verwantschap kunnen we zien, want je krijgt je DNA van je vader en je moeder. Mm-hmm. Dus mijn DNA-profiel heeft kenmerken die ik van mijn vader heb en van mijn moeder. Dus als mijn DNA-profiel van mijn vader naast het DNA-profiel van mij wordt gehouden, heb ik op elke plek 1 kenmerk hetzelfde. En op die manier kunnen we dus naar ouder kind kijken. Daarnaast geldt ook nog, mijn broer die heeft zeer waarschijnlijk meer kenmerken hetzelfde als ik, als jij. Ja. He, dus in de regel hebben broers zo'n 2/3 dezelfde kenmerken. Ja. En daardoor, dat is het idee hoe wij dus gaan zoeken naar overeenkomst. Ja. Nee, maar ik vroeg me af hoe dat zich verhield tot die 1 op de miljard waar je mee begon. Ja. Oké, duidelijk. Volgende. Ik neem aan dat DNA-profiel een man al was. Maar waarom hebben jullie de vrouwen in de omgeving niet ook laten doen? Want er zou ook verwantschap kunnen zijn, neem ik aan. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat hadden we inderdaad ook kunnen doen. Er heeft een aantal praktische redenen. Een hele praktische reden is dat wij in het onderzoek naar Marianne Vaatza, de moordzaak, wij kunnen heel snel naar het DNA van mannen kijken. Dat eiprofiel wat ik liet zien, dat kunnen we heel snel maken en vergelijken. En veel makkelijker dan het DNA wat in de moederlijke lijn doorgegeven wordt. Dus wat we hebben gezegd, we maken heel snel profielen van het mannelijk DNA. Als dat anders is dan het mannelijke profiel van de dader, dan vallen al die mannen af. En dan hou je misschien een handjevol over die precies hetzelfde mannelijke DNA hebben als de dader. Dus het is eigenlijk een soort hele snelle selectie geweest om vervolgens naar het hele DNA-profiel te kijken. Maar je had inderdaad ook gewoon kunnen zeggen, oké, we gaan in de vrouwelijke lijn kijken. Maar dat was technisch veel lastiger en veel omvangrijker. Daarnaast is het ook nog zo dat het verhaal naar de samenleving wat beter was door naar mannen te kijken. Misschien dat voor de vrijwilligheid om mee te doen, de vrouw wat makkelijker ja zou zeggen. Ja, ik weet niet, er is een heel uitgebreid onderzoek gedaan vooraf aan het bevolkingsonderzoek. Waarin men heeft gekeken naar wat is de beste manier om de samenleving te benaderen, wat werkt het beste. En in Friesland in deze setting was de bereidheid sowieso zo groot, dat niet uitmaakt of we voor de vrouw of de mannen gingen kijken. Oké. Ja? Eenvoudige ik zag daar ook nog wat handen, geloof ik, toch? Ik vroeg me af hoeveel of liever hoe weinig DNA er vandaag nodig is voor een goede analyse. Nou, in theorie hebben we maar heel weinig cellen nodig. Dus zeg maar in het laboratorium zou je in principe met 5 tot 10 cellen al een profiel kunnen maken. In de misdaadonderzoek heb je natuurlijk vaak met DNA wat buiten aangetroffen is, wat misschien onder slechte condities ligt. Dus, maar in theorie heb je maar heel weinig nodig. Een heel klein spoor wat goed bewaard is gebleven, daar kan je gewoon een goed profiel uit halen. Daar nog? En dan gaan we zo eens even naar Lucas. Ja, ik vroeg me af, tegenwoordig moeten we een vingerafdruk voor een paspoort leveren. Hoe lang duurt het nog naar uw schatting voordat DNA-profiel in een paspoort staat? Dat uw profiel in uw pas, ik denk dat dat nog heel lang gaat duren, als het ooit zover zou komen. Maar waarom zou het lang duren? Om een DNA-profiel te, dan zou je dus voor iedereen een DNA-profiel moeten maken. En dat zou dus, dat is een beetje gekoppeld aan, sorry? Dat gaat toch ook per computer? Kan dat binnenkort niet? Lab on chip en al die dingen bestaan al, dus. Ja, technisch is het natuurlijk mogelijk. Alleen is het nog wat bewerkelijker nog om in die omvang te doen. Technisch kan het, alleen is de vraag of je als samenleving je DNA daarvoor wil gebruiken. Dat wou ik eigenlijk aan u vragen. Bent u daarvoor om dat te doen? Nee, maar we zien nu het probleem van die vingerafdruk. En daar loop je tegen dezelfde bezwaren aan. Ja. Alleen, daar zijn zoveel manco's aan dat ik me kan voorstellen dat men zegt van nee, maar dit is een veel betere methode. Veel selectiever. Ja. Oké, behalve dat misschien een vingerafdruk nemen op een scanner in een vliegveld wat makkelijker is dan een DNA-profiel? Ja, dat kost natuurlijk altijd tijd om dat te maken. Ja. Oké. Nog 1 of 2 vragen. Zijn ze er nog? Hier nog? Ja?
Ja, een gek bruggetje met die vingerafdruk. Als ik mijn vingerafdruk achterlaat op een brief of zo, kun je daar ook DNA uit distilleren? Ja, dat kan. Het hangt een beetje af van de kwaliteit van die vingerafdruk en de manier waarop het bewerkt is. Maar je kan dat gecombineerd met vingerafdrukonderzoek, met DNA-onderzoek, dat kan. Dus pas op met die vingerafdruk. Ja. Oké. Okay. Ja, daar nog? Ik heb vroeger biologie gehad, maar ik weet niet meer precies hoe het zit. Die dader van Vaatstra, die zat bij het bevolkingsonderzoek, maar ook zijn zoon, toch? En ook zijn vader, geloof ik. Die hebben allemaal hetzelfde Y-chromosoom. Hoe weet je dan, het is toch echt die dader geweest en niet die zoon of die vader van de dader? Ja, wat je dus doet met het onderzoek, je gaat dus eerst dan, je kijkt naar, naar dat Y-profiel. Hè, dat erft van vader op zoon onveranderd over. Dus wat je dus ziet in zo'n onderzoek, je hebt hier het Y-profiel van de dader, zeg maar. En dan zie je op een gegeven moment zie je dus een hele lijn die het allemaal hetzelfde Y-profiel hebben. Nou, dan denk je, nou, die familie is interessant. De tweede stap is, dan ga je dus van die mensen een volledig DNA-profiel maken. Dus op die 15 punten? Op die 15. En dan kan je dus kijken, heb ik het met een broer of een ouder kind. Dat was ook wat op die beroemde 14 november gebeurde. Die DNA-deskundige die had dus van al die mensen met hetzelfde Y-profiel aangevraagd, daar wil ik het hele profiel van maken. En dan was het idee van, dan kijken we of we naar een ouder kind of een broer-broer relatie zien. Totdat op een gegeven moment dat hetzelfde was. Ja, ja. Blijft bijzonder. Het blijft bijzonder. Ik vroeg me daarbij zelfs af, is het niet ook een beetje jammer voor een speurder dat het zo snel afgelopen is? Voor ons, technisch gezien, had je natuurlijk via de familielijn bij de dader willen uitkomen. Ja, dan had je helemaal het handboek kunnen schrijven. Ja, maar voor de samenleving en voor de familie was natuurlijk, dit wel fijn. Ja. Nee, dat is, daar maar, moet ik ook geen grap over dit maken. Dit hadden we ook nooit verwacht. Dit verwacht je ook niet, nee. Dat iemand dan toch meedoet. Oké, okay. Goed. Nou, nog eentje dan. Ja, ik ben te makkelijk. Ja. En dan gaan we even naar het DNA van een aantal aanwezigen kijken. Ja, ik ben ook heel benieuwd naar de opslag. Want we hebben bij de vingerafdrukken gemerkt dat er 20-25% foutmarge is. Namelijk dat je niet zeker bent dat in je paspoort jouw vingerafdruk uiteindelijk wordt opgenomen. Hoe zit het eigenlijk bij die opslag van de DNA? Zit daar ook zo'n foutmarge en hoe groot is de foutmarge? Nee, het voordeel van DNA-onderzoek ten opzichte van andere forensische onderzoeken is dat je natuurlijk te maken hebt met kenmerken. Nou, hebben gewoon die cijfers die je net liet zien, die worden ondubbelzinnig vastgesteld. En die cijfercode, ja, dat is wat het is. En daar zit dus geen ruimte in als jij voor een kenmerk, voor een bepaald plaats, voor een bepaald locus, kenmerk 14, 16 hebt. Dan is dat, dan kan je het nog 100 keer overdoen. Maar de fouten zelf zitten natuurlijk in dat je mijn profiel verwisselt met dat van jou. Omdat, het raam open stond en er iets wegwaaide. Ja, dan heb je een probleem. Alleen wat tegenwoordig is, elk monster, elk spoor wat wij onderzoeken, maar ook elk referentiesetje wat we krijgen, daar zitten unieke codes op. Er zitten zelfs radiozendertjes aan, die dus precies vertellen waar iets is. Als iets bij ons binnenkomt, dat is echt, heeft wel een aardig CSI-gehalte. Dat komt iets binnen, daar zit dus aan die etiketje zit een radiozendertje, een golfje. En die overal waar die door dat gebouw heen gaat, wordt dat geregistreerd. Dus wij weten precies wat waar is. En elke code is ondubbelzinnig aan een bepaald spoor of een bepaalde persoon gekoppeld. Daar kan je niet meer, dat kan niet meer verwisseld worden. Dus op het moment dat je het afneemt, wordt het uniek gelabeld. En dat label hangt gewoon continu aan dat spoor of aan die persoon. Oké, Lex, we praten zo ongetwijfeld nog verder over details en ook over hoofdzaken. Maar we hebben een prachtige bank voor jou neergezet. Dat is heel mooi. Dat is altijd troost voor de spreker, zeg maar. Lucas, ja. Is er iets gebeurd? Ja, het is, okay. Is gelukt. Ik heb hier een vingercamera. En als het goed is, dit bent u. En we gaan nu even inzoomen op de DNA. Dan hoop ik dat het goed zichtbaar is. Ik zal hem even stilhouden. Deze zie ik, Luc. Ah ja. Probeer het even zo te doen dat het goed zichtbaar is. Je ziet daar wat witte klontjes. Dit is het DNA van proefpersoon A. Wie was dat ook weer? Hij is allemaal anoniem, Martijn. Dat mogen we niet vertellen natuurlijk. Maar dat was dat meisje dat daar zat. Dit is proefpersoon B. Even kijken.
kan draaien. Nou, je ziet al meteen dat het heel ander DNA is ook, hè? En dit is heel duidelijk mannelijk DNA. Dat is toch heel anders. Zou je hier nou echt iets aan hebben ook? Zou dit een spoor kunnen zijn? Of is het nu wel goed vernacheld door al die troep die ze erbij gegooid hebben? Ja. Lijkt dit op wat jullie doen eigenlijk? Nou ja, wij doen het in principe wel. Hè, de cellen stuk maken, DNA eruit vangen. Dat is hetzelfde, alleen doen we dat wel in heel geavanceerde systemen en op microniveau. Maar in principe is hetzelfde. Ja. Alleen krijgen we niet zulke emmers snot aan DNA. Niet zo. Oké, Lucas, wat gaan we er verder mee doen? Ik doe het nu in een potje en dan kan het op feest en partij getoond worden door de proefpersoon. Ja. Ja. Oké, is er een microfoon ergens? We doen het helemaal anoniem hoor, maar zijn jullie er blij mee? Ga je het ook op een feestje laten zien? Nou, dat weet ik nog niet. Dat nee, niet. Niet echt. Maar je neemt het wel mee naar huis? Uiteraard. Oké, dus niet achter de rode rondrendrons. Is dat afgesproken? Oh, het wordt al omgegooid. Goed, Lucas Keining, dankjewel. Ja. En wij gaan verder. Wij gaan verder eigenlijk met het gesprek waar we vanavond voor bij elkaar zijn. Ik zou zeggen, allemaal mooi en aardig, maar is dit nou het einde van het verhaal? We kunnen misdaden oplossen. Moet het niet nog veel grootscheepser? Wat is dat voor gezeur met 15 punten? Doe gewoon het geheel, dan weet je veel meer. Enzovoorts, enzovoorts. Het tumult van de Vaatstra-zaak, maar ook daaromheen, is er al geregeld geroepen dat eigenlijk heel Nederland wel in een databank, à la wat je getoond hebt, zou kunnen. Mag niet wettelijk nu, begrijp ik? Nee, want je moet iets gedaan hebben voordat je erin komt. Maar goed, daar moeten we het maar eens over hebben. We hebben daar een paar mensen voor uitgenodigd. Om te beginnen Bert-Jaap Koops van het Tilburg Instituut voor Law in een goed Nederlands. Waar is die nou? Oh, daar is die. Kijk, struikel niet over de rand, maar welkom. Bert-Jaap, deskundige op het gebied van recht, maar vooral deskundige op het gebied van de rol van technologie bij recht. Onder meer dit soort dingen, toch? Ja. Maar ook ICT, andere kwesties? Ik doe veel met cybercrime en privacy bij opsporing op internet en dat soort dingen. Ja, dus kwesties als is het juridisch verantwoord of denkbaar of wenselijk misschien wel om, waar we zeggen, heel Nederland in zo'n databank te stoppen, dan zijn we bij jou aan het goede adres. Goed, daar wil ik zo meer over horen. Ja. Verder hebben wij Victor Toom. Hij is hier ook, hij zat ernaast. Helemaal uit Engeland, mag ik wel zeggen. Van de Northumbria University Center for Forensic Science. Jawel. Oh, hij gaat op de bank zitten, dat mag ook. Heel verfrissend. Welkom, Victor. Dankjewel. Vanuit Engeland. Je bent Nederlander. Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen? Ik heb gewoon gesolliciteerd voor een baan. En ze vonden me leuk. Dus toen mocht ik komen. En wat is je achtergrond in Nederland dan? Ik ben, je kan best zeggen dat ik socioloog ben. Dus ik heb een interesse in wetenschap. Wetenschapssociologie. En ook interesse in wetgeving. En dan kom je al heel snel terecht op dat snijvlak, hè, van wetgeving en wetenschap. Ja. En op die manier raakte ik geïnteresseerd in het forensisch DNA-onderzoek. Oké, want daar hebben ze dingen die interessant zijn voor een wetenschapssocioloog. Wat gebeurt daar dan dat jou zo specifiek interesseert? Ik kijk me naar de zaak Marianne Vaatstra. Ja, van wat zie je dan? Hoe gek is het, zeg maar, als 8000 mannen worden opgeroepen om een misdrijf op te lossen. Ja. En dat al die 8000 mannen dan ook nog mee gaan werken, dient een goed doel. Ja. Dus dat vind ik fascinerend. Een andere fascinatie die ik heb, heeft te maken met de rechtsstaat. En we leven allemaal in een rechtsstaat, gelukkig. En dat betekent dus ook dat we allemaal grondrechten hebben. Hè? Lichamelijke integriteit, privacy. Mm-hmm. En wat je dus ziet rondom de DNA-onderzoek is dat als jouw DNA wordt afgenomen, dan wordt je lichaam dus geschonden en je privacy ook. En dat is geen probleem, hè? Zoals we het nu in Nederland hebben geregeld. Mm-hmm. Maar in sommige gevallen, ja, dan schiet het een beetje door. Je hebt bijvoorbeeld Engeland, waar op dit ogenblik 10% van de bevolking
in de databank zit. Hè. Dit is gemiddeld. Dus betekent als jij uit Afrika komt dat de kans misschien wel 20% is of 30%. Maar dat betekent dus dat de juridische kaders daar heel anders zijn dan hier, ja. Neem ik aan. Ja, het wordt daar veel ruimer. De rijkwijd is veel ruimer daar. Ja. Bert-Jaap, zou je de Nederlandse wetgeving rigide, strak aangehaald kunnen noemen? Is dat een beperkende factor in wat er allemaal zou kunnen op dit terrein? Dat is een wat brede vraag. Het is ook die DNA. Maak het smaller. Bestaat uit allerlei verschillende aspecten, zoals in de inleiding al is aangegeven, het afnemen van verdachten om ze te matchen en dan vervolgens het opslaan van als je veroordeeld bent in een databank. Ja. Nu heb je ook het afleiden van verwantschapsonderzoek en het afleiden van uiterlijke kenmerken. Dat is allemaal op wat andere manieren geregeld. Ja. Wat betreft het afnemen van DNA bij verdachten denk ik dat Nederland niet veel verschilt van veel andere Europese landen. Mm-hmm. Wat betreft het opslaan daarvan verschilt Nederland op zich ook niet heel veel van de meeste Europese landen. Engeland is daar wel duidelijk een uitschieter. Dat is ook de reden waarom het Europees Hof van de Rechten van de Mens een paar jaar geleden heeft gezegd dat de Engelse databank te groot is. Omdat ook de mensen die eerst verdacht worden, maar vervolgens vrijgelaten worden en waar verder niks mee gebeurt, daarin blijven. Daarvan heeft het Europees Hof gezegd, ja dat mag niet. Je moet alleen maar, zodra ze veroordeeld zijn, opslaan of als ze niet veroordeeld worden of niet verder vervolgd, moet je ze eruit halen. Ja. Wat betreft het afleiden van uiterlijke kenmerken, dus haarkleur, oogkleur, is Nederland wel een voorloper. Maar dat komt onder andere door die Vaatstra-zaak waarin de geografische afkomst naar boven kwam, dat dat ook interessant kan zijn om te doen bij DNA-onderzoek. Ja, Lex meldde het al even, er was het idee ontstaan dat het iets te maken zou kunnen hebben met een asielzoekerscentrum dat daar was, waar veel niet-Noordwest-Europeanen tijdelijk verbleven. Ja. En de vraag was, is het iemand van hun of is het iemand van ons? Ja. Maar je zegt, je dat heeft eigenlijk de wetgeving ook in zekere zin ruimte gegeven, omdat er een vraag was die beantwoord moest worden? Eigenlijk mocht het toen niet. Want het mocht alleen maar gedaan worden om zo'n profiel vast te stellen. Mm-hmm. Je mocht dus niet kijken naar het coderende DNA of ook niet naar dit soort andere verbanden. Dat is stiekem toch gedaan vanwege die hele specifieke omstandigheden daar. Ja. En dat bleek daar ook wel nuttig, omdat het de plaatselijke onrust daar kon wegnemen. Of in elk geval de opsporing een bepaalde kant op kon sturen. Zodat de politiek gezegd heeft, dat is nuttig om dat te kunnen. Dus hebben ze een wet voor gemaakt. Maar dingen die stiekem gebeuren in de rechtszaal of in de voorbereiding daarop, die worden meestal als niet ongeldig bewijsmateriaal aangedragen. Ja. Maar het was niet in een rechtszaak. Is dat nee, en dit was ook niet voor bewijsmateriaal. Dit was om de sfeer die ontstond dat iedereen naar het asielzoekerscentrum keek, ja, om daar wat aan te doen. En B, om heel globaal de opsporing een richting te geven. Mm-hmm. En als je dan nou vervolgens komt tot een match uiteindelijk, dan is dat nu via een heel andere route gebeurd. En dat speelt er dus geen rol dat dat in de bewijs mee zou moeten spelen. Ja, dat DNA-profiel in de zaak Vaatstra, waarin stond van het is zeer vermoedelijk iemand afkomstig uit Noordwest-Europa, is ook niet opgenomen in het opsporingsdossier. Hè? Dus het zit niet in een politiedossier ergens. Maar toch begrijp ik het niet helemaal. Wie maakt dat dan en waar komt dat opeens dan naar boven drijven? Hoe werkt dat? Hebben jullie gewoon ergens een blanco envelop afgeleverd? Nee, het is ook wel mogelijk. Dat is toen door de Universiteit van Leiden gedaan. Ja. Maar het was niet officieel geregeld. In feite kan je wel stellen dat die zaak, en iedereen zag ook wel de zinnige bijdrage van dat onderzoek, hebben gezegd, nou oké, nu moeten we het ook in de wet gaan regelen. En eigenlijk is de Vaatstra-zaak ook in dat traject leiding geeft om in 2003 die wet te realiseren. Ja, ja. Maar het gebeurde inderdaad voordat er wetgeving was. Hoe komt zo'n universiteit aan een spoor dan? Ja. Nou ja, goed, op een gegeven moment waren natuurlijk het Contralab in Leiden en het NFI waren natuurlijk contacten met, we hadden de sporen en ja, daar kan je dus meer mee dan op dat moment mocht. Ja. En toen is inderdaad door de universiteit gezegd, nou, we gaan het gewoon doen en we kijken wat eruit komt. Ja, ja. Okay. Maar nogmaals, het is onderzoek aan de sporen, hè, dus dan moet je natuurlijk ook wel, dat ligt wat anders dan dat je onderzoek doet aan DNA wat je echt van iemand afneemt. Ja, ja, ja. Er is hier iemand die een vraag heeft. Ja? Wacht even op de microfoon. Als jullie dus daarmee ontdekt zouden hebben dat het spoor wel van Aziatische of Noord-Afrikaanse afkomst was, dan was dat hele
grote DNA-onderzoek niet gedaan? Je weet niet hoe het dan gegaan was. Dat is moeilijk speculeren. Nou, want dat was dan niet nodig geweest, iemand uit de buurt. Want dan was het toch eigenlijk, lijkt mij, naar dat asielzoekerscentrum. Het idee dat het iemand uit de buurt kon zijn of iemand uit het asielzoekerscentrum, dat is heel lang, zijn er twee stromingen geweest. Eigenlijk kan je zeggen dat zeg maar, door het nieuwe 3D-politieteam, wat daar veel later opgezet is, die hebben met hele nieuwe inzichten, nieuwe technologie, zijn er opnieuw in gaan duiken. En dat kwam eigenlijk vorig jaar naar buiten met toch wel een hele duiken richting dat lokale verhaal. Ja. Maar er zijn altijd twee gedachtes geweest over waar de daders vandaan zouden moeten komen. Dat is pas sinds 2 jaar gaan sturen. Ik geloof dat er even iets aan het geluid moet gebeuren, maar ik heb toch een vraag voor Bert-Jaap Koops. Namelijk dat idee dat je alleen verdachten, of nee, ik moet zelfs zeggen veroordeelden, in principe in zo'n databank hebt zitten. Is dat een zinnig idee? Is zeg maar het plegen van een misdrijf een uitstekende indicator voor het plegen van nog meer misdrijven? Is dat het idee daarachter? Ja, er zit voor een klein deel in dat als mensen weten dat ze in de databank zitten, dat ze dan misschien gaan nadenken voor ze weer een misdrijf plegen. Dat is eigenlijk onzin. Behalve voor heel specifieke gevallen. Sommigen, met name pedoseksuelen, die willen graag in de databank omdat ze denken dat dat helpt bij hun om te voorkomen dat ze in de fout gaan. Dat is een soort preventieve werking. Maar dat geldt voor een heel specifieke groep en daar ook een heel klein onderdeel van. Ja. In het algemeen, wie stop je in zo'n databank? Degene die het meeste kans hebben om een misdrijf te plegen. Ja. En nou kun je denken, je kunt statistieken bij langs gaan. Dan kom je vaak op allerlei sociale onderklassen, soms ook etnische onderklassen. Mm-hmm. En dan krijg je al snel discussies over dat discriminerend is als je die in de databank gaat stoppen en anderen niet. Ja. En het blijkt dat het hebben gepleegd van een misdrijf ook wel een grote voorspeller is van nog een misdrijf plegen. Dus daar zit wel een zekere logica achter. Ja, ja. Oké. Okay. Bovendien, wat er van oudsher ook wel bij komt kijken, is van die groep heb je vaak al het spoor. En kun je dus makkelijk in de databank stoppen. Nu is het met de DNA-wet bij veroordeelden ervoor gekozen om dat ook voor allerlei type misdrijven te doen waarbij je niet DNA-onderzoek in de zaak zelf nodig hebt gehad. Ja. En ik vind het zelf wel een beetje doorslaan, want als je die lijst van misdrijven bekijkt waarvoor er nu verplicht DNA wordt afgenomen, dat zijn dan de ernstige misdrijven, heet dat. Misdrijven voor voorlopige hechtenis is toegestaan. Over het algemeen zijn dat misdrijven van 4 jaar of meer. Nou, dat zijn er eigenlijk heel veel. Dan heb je het niet over door rood licht rijden, toch? Dat valt er niet onder. Nee, maar waar begint het ongeveer? Nou, als ik het even mag invullen. Als je bijvoorbeeld een verkeersbord kapot maakt, dan kan er al onder specifieke omstandigheden, moet je altijd zeggen, kan er al een straf opgelegd worden van 4 jaar of meer. Ja. Oké. Okay. Nou, bijvoorbeeld iets als diefstal, daar staat ook, bij mijn weten. Ik ken alle straffen niet uit mijn hoofd, nee. Maar daar zal vast 4 jaar op staan. Maar dat betekent dat als ik dit glas mee naar huis neem, ja, dan pleeg ik ook diefstal. Ja. Nou zal ik daar vermoedelijk niet een gevangenisstraf voor krijgen. Denk ook geen taakstraf, maar goed, misschien. Maar als ik een taakstraf krijg van een week. Nee, maar het gaat over die maximale straf. Ja, die zeker. Ervoor is. Maar er zit één klein adder onder het gras. Ja. Namelijk dat in artikel 67 van het wetboek van strafvordering. Er staat niet alleen misdrijven van 4 jaar of meer. Maar er staan ook een hele aantal specifieke misdrijven. Dat heeft bepaalde redenen waarom dat erin staat. Maar er staan ook allerlei misdrijven bij waar maar 6 maanden op staan. Of 1 jaar bijvoorbeeld. Alle computercriminaliteitsdelicten staan daarin. Dus bijvoorbeeld een jongen die een website platlegt omdat hij het niet eens is met hoe het Openbaar Ministerie met Wikileaks omgaat. Ja. Die krijgt dan een taakstraf voor een paar weken. Die komt ook in de DNA-databank. En daarvan denk ik, ja, heeft dat nou zin? Want wat is nou de kans dat die persoon sneller een misdrijf gaat plegen waarbij je DNA aantreft bij sporenmateriaal dan een willekeurige andere Nederlander? Eigenlijk neem ik een kenmerk af dat eigenlijk niet relevant is voor het soort misdaad waar hij zich mee bezighoudt. Nee, ik zou het iets logischer hebben gevonden dat de wetgever een keuze had gemaakt voor deze specifieke type misdrijven. Denken wij dat DNA-onderzoek in de toekomst ook relevant zal zijn. Dus dat zijn dan de zedenzaken, inbraakzaken, ja. Waarbij je vaak van dat soort sporenmateriaal vindt. Ja, ja, ja. Victor Toon, we hoorden in de voordracht van Lex al het een en ander over de cijfers die zo'n databank oplevert. Hè? Hoeveel zaken er, hoeveel matches er worden gevonden. We hebben niet echt gehoord hoeveel zaken ermee opgelost worden trouwens. Ja, dat weten wij ook niet. Dat weten jullie niet.
Nee, dat is... Meer dan nul, neem ik aan. Dat, ja, dat, die aanname mag je wel doen. Ja. Maar nee, maar dat, kijk, wij doen als Forensisch Instituut die onderzoeken. Wij zien die matches, ja. Dat rapporteren wij. En hoe dat vervolgens in zo'n zaak verder gaat, dat is aan het OM en de zitting en de rechtszaak. Okay. Kijk, er is natuurlijk altijd meer nodig dan alleen DNA om überhaupt iemand te veroordelen. Dus, ja. Maar dat hele traject zien wij natuurlijk ook lang niet altijd. Ja, precies. Maar daar zullen we het zo nog over hebben. Maar ik wil even naar Engeland kijken. Ik begrijp dat 10% van de Engelse bevolking, gewoon van zuigeling tot grijzaard, in een DNA-profiel heeft dat in een databank zit. Ja, gemiddeld genomen. Hè? Maar daar zitten dus ook kinderen bij van 8 jaar, van 9 jaar. Etnische groepen zijn overgerepresenteerd in die databank. Hè? Dus van sommige bevolkingsgroepen zitten dan van de jonge mannen wel 20, 30, 40%. Maar komen die erin omdat ze, zeg maar even, gewoon zwart zijn? Of omdat wat vaker een glas meegenomen hebben? Ja, of als je een keer daar dronken op straat loopt en je wordt aangehouden door de politie, dan moet je DNA afstaan. Als je echt heel erg nodig moet plassen en je doet het even snel tegen een boom en de politie zit het, moet je DNA afstaan. Als je zegt, hey, klootzak, tegen een politieagent, dan moet je DNA afstaan. En als je dan net in een omgeving woont waar toevallig vaak de politie patrouilleert omdat het een onveilige omgeving is, dan is de kans ook groter dat je, zeg maar, de politie tegenkomt net op het moment dat je iets doet wat eigenlijk niet mag. Ja, ja, ja. Even over de effectiviteit van die databank. 10% klinkt groot, is groot. Is veel groter dan in Nederland. Ja. Hè, op de bevolking gemeten. Is er een idee te geven van hoe effectief dat nou eigenlijk is? Hebben ze er wat aan? Oh, ze hebben er zeker wat aan. En maar hier kom je meteen ook wat Lex net al eigenlijk zei. Hè, van, hoe effectief zo'n ding is, hoe goed die werkt, dat hangt dus heel sterk af van de definities die je hanteert. Ja. En in mijn eigen onderzoek ben ik dan 2 verschillende cijfers tegengekomen over die effectiviteit van de Engelse databank. En in het ene geval heeft hij op die, zeg, 5,5 miljoen mensen die erin zitten, heeft hij iets van 1,4 miljoen matches geproduceerd. Dat is data die het Europese netwerk van Forensische Instituten gebruikt. Ja. Maar als je dan op de website kijkt van de Engelse DNA-databank zelf, dan staat er niet 1,3 of 1,4 miljoen matches, maar volgens mij iets in de orde van grootte van 400.000. Wat natuurlijk al heel veel uitmaakt van hoe effectief die is. Hè? Dus de definitie daarbij is heel erg belangrijk. Mm-hmm. En wat je dan vraagt over die effectiviteit. Als je uitgaat van die 1, zoveel miljoen matches, dan is die Engelse databank ongeveer net zo effectief als de Nederlandse databank. Ja. Alleen zit in Nederland 1% van de bevolking in de databank. En in Engeland 10%. Ja. Dus dan geef ik de voorkeur aan het Nederlands model. Precies, dan zou je denken, dat is overkill. Ja, er wordt minder inbreuk gemaakt op allerlei rechten. Mm-hmm. En je gaat beter om met financiële middelen. Ga je uit van die 400 zoveel duizend matches die dan de Engelse databankbeheerder zelf presenteert. Ja, dan is de effectiviteit van het ding is echt vele malen kleiner dan die van Nederland. Terwijl je dus wel 10% van de bevolking erin hebt zitten. Ja, ja, ja. Maar om nog een ander antwoord te geven op de vraag. Het meten van de effectiviteit van zo'n databank is heel erg moeilijk. En ze zijn er al jaren mee bezig. Waar het nu in ieder geval op lijkt, is van dat je goed moet investeren in de groep van mensen die je includeert in de databank. Nou, in Nederland doen we denk ik heel erg goed. Hè, dat laten die cijfers ook zien die ik net samenvatte. Ja. En het tweede wat natuurlijk heel erg belangrijk is, is dat je moet investeren in het veiligstellen van biologische sporen op plaats delict. Want als je geen dadersporen hebt, hè, of misdrijfsporen, maar wel heel veel mensen, ja, dan los je heel weinig misdrijven op omdat je niet zoveel sporen hebt. Als je nou heel veel DNA-sporen, dus van misdrijven, in de databank hebt, ja, dan is de kans dat die uiteindelijk gaan matchen met de persoon wordt natuurlijk een stuk groter. Ja. Weet je, Koops, is dat het idee van die Engelse overkill, is dat iets wat je ook vindt, wat je ziet? Ja, dat komt alleen al door, zoals Victor de voorbeelden geeft, voor de meest lullige dingen kun je daar in de DNA-databank komen. En dat zijn vaak niet degenen die nou misdrijven plegen, waarbij dan ook sporenmateriaal wordt veiliggesteld wat je in de DNA-databank haalt. Ja.
Je moet het ook een beetje in de context plaatsen. Engeland is langzamerhand heel erg een surveillance maatschappij geworden. Waarbij het cameratoezicht gaat ook veel en veel verder dan in Nederland. Ja. En in sommige opzichten, in andere weer niet, maar in sommige opzichten gaan ze veel verder in. Maar zoveel mogelijk doen om, als het ook maar enige kans heeft om in de toekomst de misdrijven op te lossen, om dat toe te staan. Ja. En daarbij gaan ze, voor mijn gevoel, ik denk voor het gevoel van de meesten van ons, heel erg ver. Tegelijkertijd vind ik ook wel dat je dat in een historisch perspectief moet plaatsen. Als je nu kijkt wat er in Nederland kan, niet zozeer op DNA-onderzoek, hoewel dat ook wel meespeelt, maar cameratoezicht, opslaan van allerlei gegevens in databanken. En dat had je 20 jaar geleden in Nederland geschetst, zouden mensen toen gedacht hebben van nou, dat wil ik niet in zo'n maatschappij leven. Terwijl we er nu, denk ik, over het algemeen redelijk aan gewend zijn. Vrij makkelijk mee omgaan. Ja. En dat vind ik het wel het gevaarlijke van dit soort ontwikkelingen. Ik ben niet zo heel erg tegen een DNA-databank. Wat mij betreft zou je het misschien ook wel wat makkelijker met sommige dingen kunnen omgaan. Bijvoorbeeld het afleiden van uiterlijke kenmerken uit DNA, daar is de Nederlandse wetgeving heel erg terughoudend in. Dat vind ik gek als je kijkt naar allerlei andere dingen die er gebeuren. Maar in dat historische perspectief, het is vaak heel makkelijk om vanuit, als je naar één zo'n aspect kijkt, hè, dan heb je de Vaatstra-zaak, zeg je van nou, het is fantastisch dat zoiets opgelost kan worden. Ja. Dus dat moeten we gaan doen. Vervolgens krijg je een ander soort misdrijf waarbij net een andere techniek gebruikt wordt om dat op te lossen, zeg je fantastisch, dat moet kunnen, dan gaan we dat ook doen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan krijg je wel een heel groot vangnet. Ja. Waarbij je langzamerhand ook de maatschappij alleen maar gaat inrichten om maar misdrijven op te lossen. En dan ben je denk ik verkeerd bezig. Ja, maar nou even omdraaien. Je zegt, mensen worden in Engeland, laten we dat even als fijn schrikbeeld hanteren. Voor de meest lullige dingen kom je in die databank terecht. Uiteraard kun je ook denken, ik ben wel van plan om tegen een boom te plassen, maar ik zal nooit iemand verkrachten verder. Dus who cares, wat maakt het uit? Je kunt toch ook denken, dat is helemaal niet zo erg om daarin te zitten. Wat is er zo erg om in die databank te zitten? Ja, dat is wel een goede vraag. Daar worstel ik zelf ook nog een beetje mee. Zit je erin? Ik weet het niet. Jawel, dat weet je wel. Bij mij is nooit DNA-materiaal afgenomen. Maar ik weet niet of mijn sporen ergens op een misdrijf zijn aangetroffen. Ja, dat is waar. Maar goed, de vraag, who cares? Who cares? Nou, kijk, de inbreuk op privacy is eigenlijk niet zo heel erg groot. Het afnemen van DNA is relatief heel weinig. Wangslijmvlies moet een minuut spoelen. Ook hierop kun je vermoedelijk al wat afnemen. Dus de inbreuk op de lichamelijke integriteit vind ik eigenlijk te verwaarlozen. Ja. De inbreuk van... En we komen zo bij Victor. Ja. De privacy inbreuk meer in het algemeen. Als je die 15 cijfers hebt opgeslagen, het zegt heel weinig over jou. Het enige wat daarmee kan is vaststellen of dat matcht met een bepaald spoor dat ergens is aangetroffen. Daarvan is de privacy-inbreuk op zich ook niet zo groot. Ja. Als je dat doorredeneert, dan zou je best kunnen beargumenteren dat een databank waar iedereen in zit eigenlijk veel eerlijker is dan als je alleen maar de Marokkanen erin stopt. Gelijkheidsbeginsel, ja, ook wel belangrijk. En vanuit privacy-perspectief hoeft daar niet veel op tegen te zijn, als het dan ook maar heel goed beveiligd is, alleen maar hiervoor gebruikt wordt en geen misbruik van gemaakt wordt. En op die drie punten is denk ik de discussie, het risico is te groot dat er fouten worden gemaakt. Ja. En zeker, je moet ook wel een beetje naar de statistiek kijken. Als iedereen erin zit, dan zullen er vaker foute matches voorkomen. Of in elk geval, zeker bij verwantschapsonderzoek, zul je dan iets sneller in beeld komen. Dus als je dan tegen een boom hebt staan plassen, dan word je misschien toch wel in een politieonderzoek betrokken. Omdat je broer het deed? Ja. Hoeft op zich ook niet erg te zijn, maar als de buren zien dat de politie bij jou op de stoep staat, kan dat soms vragen oproepen. En dan raak ik de draad van mijn verhaal kwijt. Dat is dat er fouten gemaakt kunnen worden. Er kan misbruik van gemaakt worden. We hebben een paar gevallen gezien dat de politie soms wel stiekem even een databank wil kijken om te kijken of een bekende voetballer ergens bij betrokken was, terwijl ze helemaal geen inzagerechten daarin hebben. Discussie bij het elektronisch patiëntendossier heb je daar ook vooral over. Dat er eigenlijk veel te veel mensen toegang toe kunnen hebben. Ja. Dan kan er altijd wel iemand zijn, een secretaresse van een dokter ergens, die toch even gaat kijken hoe voor een familielid of wat voor reden dan ook. Ja. Nou, dingen wat niet mag, maar wel stiekem gebeurt, omdat niks menselijk, ook politie niet vreemd is. Ja. En
het afglijden, daar ben ik zelf het meest bezorgd over. Dat wordt vaak function creep genoemd. Als je met function creep, je doet iets voor een bepaald doel. In dit geval dan zeer ernstige misdrijven oplossen. Nou prima, dan zeg je, dan gaan we het ook alleen maar voor dat doel gebruiken. Dan heb je eenmaal zo'n databank. Dan komt er een zaak waarvan het niet gebruikt mag worden. Maar het ligt er wel. En dan zegt de politiek, ja, dat moet eigenlijk niet kunnen. Dan moeten we ook voor dat soort doeleinden het wel kunnen. En er is een vrij natuurlijke neiging om de functionaliteit van al dat soort systemen uit te breiden. Ja. En als je dan eenmaal aan een databank van DNA van mensen begint. Vingerafdrukken worden nu al voor je paspoort opgeslagen. Die kunnen dan ook voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Mm-hmm. Maar er zijn nu ook discussies over de kentekenregistratie. Camera's die op straat alle kentekens in de gaten houden. Mag niet worden opgeslagen. Politie deed het stiekem wel. Of niet stiekem, deed het gewoon. Collegebeschermer zo scheef zegt, ja, dat mag niet, want het staat niet in de wet. Nou, dan zegt de politiek, dan maken we een wet dat het wel mogelijk wordt. Gaan we 4 weken opslaan. Ja. Telecommunicatiegegevens, met wie je allemaal belt, wordt een half jaar tot een jaar opgeslagen. En langzamerhand, met die redenering, als je eraan gewend raakt, kun je van alles wel opslaan. Alle financiële gegevens waar je boodschappen doet. Ja. Alle camerabeelden op straat kun je ook best opslaan. Ja. Dat kan allemaal, maar de vraag is of je dat wil. Nou, goddank kost het ook een hoop, zou je misschien kunnen zeggen. Ja. Even over dat misbruik. Ja. Van wie zijn die profielen eigenlijk? Wie heeft die profielen? Nou, die profielen die slaan we op in de DNA-databank. We? NFI? De DNA-databank is een aparte afdeling, aparte groep. Weliswaar verbonden aan de NFI, maar staat er zeg maar, functioneel los van. Ja. Dus al die profielen, die cijfercodes zitten in een systeem wat helemaal los staat van alles. En ook nergens op is aangesloten. De mensen die daar toegang toe hebben, zijn een aantal mensen die daar gewoon bevoegd voor zijn. Nergens op aangesloten? Je bedoelt? Ja, er zit geen internettoegang of je kan er van buiten af. Dus als ik iets wil weten, stel dat ik het mag, dan moet ik naar jullie toe en daar in een scherm kijken? Nee. Die verzoeken worden gedaan en die worden door ook de politie kan niet zelf gaan zitten kijken. Ja, in de dat is eigenlijk de vraag. En dus dat moet allemaal via de beheerder van de DNA-databank worden gedaan. Mag ik één ding vragen over Flex? Ja. Want het wordt wel op dagelijkse basis uitgewisseld met DNA-databanken in, wat was het rijtje net? Duitsland, Oostenrijk, nieuw, Frankrijk, Slovenië, de Kolen. Maar dat is toch dan onderdeel van een netwerk, dus dan is het toch niet een stand-alone computer? Of ja, dat is een netwerk wat op zich weer los staat van andere netwerken. Dus het is een netwerk gebouwd. Met tussen DNA-databanken onderling. En die wisselen alleen maar cijfercodes. Dus moet ik me dat nou voorstellen dat er aparte kabels zijn gelegd tussen al die computers? Nou ja, precies. Technisch gaan dat weet ik niet. Maar dat is een apart netwerk. En daarnaast geldt ook dat alleen de cijfercodes uitgewisseld worden. Dus gegevens worden niet uit. Daarvoor moeten dus weer verzoeken. Maar zo'n verhaal als de politie kijkt of er een voetballer in zit, dat kan dus niet waar zijn. De politie kan niet zelf in de databank gaan zitten neuzen van. Het is wel waar. Dat is mooi. Nee, kijk, waar ik een groot voorstander van ben, is privacy by design. Dus als je dingen kunt regelen door ze technisch onmogelijk te maken, moet je dat vooral doen. Want dat voorkomt dan dat, als het technisch wel kan, de politiek een keer gaat zeggen van, nou, dan maken we dat ook mogelijk. Als je het zodanig de techniek inricht dat mensen er geen toegang toe kunnen krijgen en alleen maar met grote autorisaties die je ook echt technisch afdwingt. Dat is ook de basis dan van de databank. Dan krijg je veel betere privacybescherming. Die databank heeft ook de grootste, er zijn maar een paar bedrijven in Nederland die privacy audit op dat niveau hebben. En dat wordt elk jaar gecontroleerd. Dus een apart systeem, een apart netwerk tussen databanken. En niemand kan daarin, ook de politie kan daar niet in gaan zitten neuzelen. Geldt dat nou ook voor al die databanken met politiegegevens, vraag ik mij dan af? Ja, daar weet jij waarschijnlijk niks van. Dat weet ik niet, nee. Wat ik wel fascinerend vind is Wat voor gegevens bedoel je dan? Gewoon, politiegegevens. De gegevens die de politie voor de dagelijkse uitoefening van hun taak verwerkt. Die mogen ze een jaar lang voor allerlei doeleinden gebruiken. En dus daarna mijn aangifte van vanochtend omdat mijn telefoon weg was? Bijvoorbeeld. Ja, is echt waar. Heeft iemand toch? Ja. Ja. Dat vind ik wel een ander fascinerend punt. Bij DNA wordt er echt heel principieel gedaan. Terecht, denk ik. Mm-hmm. DNA is wel iets bijzonders, maar daar moeten we het misschien ook nog wel even over hebben wat het dan zo bijzonder maakt. Maar over heel veel andere type gegevens doen we dat niet. En ik denk omdat dat zal wel iets te maken hebben met dat DNA biologisch is, dus iets van ons leven is. En dan komt het veel dichterbij dan onze telefoongegevens, zelfs onze vingerafdrukken komen nog niet zo dichtbij als DNA. Ja.
Maar al die andere databanken, daar doen we wat minder krampachtig over dat het allemaal verzameld mag worden. En die worden denk ik ook minder goed beveiligd. Kijk naar de discussie over het elektronisch patiëntendossier. De Eerste Kamer zegt, het is slecht beveiligd, veel te grote risico's doen we niet. Ja. Vervolgens wordt het geprivatiseerd en dan wordt er gezegd, ja, als iedereen toestemming geeft, dan mag het wel. Dat vind ik gek. Is het over... bij DNA zouden we dat niet toelaten, denk ik. Ja, ja. Victor Toom, is er wat dat betreft echt een verschil, even met de sociologenbril op, verschil tussen dat biologische DNA en zaken als camerabeelden, kentekenregistraties, et cetera? Ja. Waar zit dat in volgens jou? Ik denk dat het op verschillende niveaus zit. En, waar ik zelf in ieder geval meteen aan moet denken, is van allerlei data die je zelf afgeeft aan bedrijven. Hè? Dus de Albert Heijn bonuskaart bijvoorbeeld. Ja. Ik vlieg veel omdat ik in Engeland werk. Dus ook KLM heeft mijn paspoortgegevens en dat soort zaken en mijn geboortedatum. Ja. Dat is handig, want ik kan dus sneller inchecken. Of als ik bij Albert Heijn boodschappen doe, dan krijg ik korting. Hè? Dus je krijgt er wat voor terug. Ja. Het afstaan van die gegevens is eigenlijk een soort ruilmiddel. Ja. Rondom DNA is dat natuurlijk, dat ruilmiddel is wat vager, wat abstracter. Ja, je krijgt de politie op je deur, mat, als je DNA ergens gevonden wordt. Ja, daar wil ik zelf dus ook niet aan meewerken. Ja, er zijn tegelijkertijd wel veel mensen die hun DNA opsturen naar zo'n internetbedrijf, die dan je hele genoom in kaart brengt en zegt van je hebt 5% meer kans om dit te krijgen en 3% minder kans om dat te krijgen. Ook fascinerend dat maar mensen dat doen. Wat bedoel je? Dat in die zin mensen daar ook wel makkelijk mee zijn als het ze uitkomt? Ja, ik denk dat dat voor een veel kleinere groep mensen geldt. Een van de aspecten, denk ik, is dat de staat ertussen zit. Hè, als je het over de DNA-databank hebt. Ja. En daar zetelt het monopolie op geweld. En dat kunnen ze inzetten tegen individuen. Ja. En ik vind dat we het heel goed hebben geregeld in Nederland. En ik vind het politiek systeem en de rechtsstaat en de democratie, zit allemaal goed in elkaar. Maar tegelijkertijd, ja, je mag wel wat licht wantrouwen hebben. Dat vind ik wel gezond. En helemaal tegenover die overheid. Ja. En een van die problemen, je zag me net nee schudden toen Betja op het over lichamelijke integriteit had. Daar was ik nieuwsgierig naar. Ook daar zitten nog twee aspecten aan vast van wat een hoop mensen eigenlijk niet weten of zich niet van bewust zijn. En het eerste is van sinds 2010 iedereen dus in die DNA-databank zit en nog steeds mensen zijn, dat weet jij misschien beter dan ik, die wel hun DNA moeten afstaan, die niet in de gevangenis zitten en die dan vervolgens een oproep krijgen van de officier van justitie om zich te melden bij DNA-spreekuur. Hè? Dat is bij de politie en dan krijg je een waterstaafje in je mond. En dan wordt je DNA afgenomen. Heet dat DNA-spreekuur? Dat heet DNA-spreekuur. Maar dat betekent dus, als je niet komt opdagen, dan word je opgehaald. Maar dat gaat dus ook voor die computerinbreker, zeg maar. Mm. Of iemand die in een dronken bui een keertje een verkeerslicht gemolesteerd heeft. En dan moet de politie ook middelen voor beschikbaar maken. Dus dan halen ze sowieso, organiseren ze zogeheten DNA-ophaaldagen en dan tijdens voetbalwedstrijden, de kerstdagen, Sinterklaas, als Ajax speelt hier in Amsterdam. En dan gaan ze letterlijk met het adressenlijstje, gaan ze met een arrestatiepeloton of in ieder geval met twee agenten, gaan ze de deuren af om die mensen op te halen en naar het politiebureau te brengen. Ja, je kan mij niet wijsmaken dat A geen schending van je lichamelijke integriteit is. Want als je zegt van, nou oom agent, ik ga niet mee, dan word je echt in de boeien geslagen. Ja, dus daar zie je al van, oh, het klemt hier, het gaat hier mis. Ja, ja, het klinkt zo vriendelijk, hè, DNA afnemen, maar dat kan dus ook wel met flink vertoon gepraat. Ja, en de tweede reden waarom ik mijn linker wenkbrauw optrok, ik zal het zo nog een keer doen, is wat dus op dit ogenblik gebeurt, is dat de DNA-databank bestaat eigenlijk uit twee gedeeltes. Het digitale gedeelte, waar Lex het de hele tijd over heeft, maar je hebt ook een biologische bank. En daar worden al die DNA-sporen, al die DNA-stalen, zeg maar, van personen worden opgeslagen. Allemaal van die vliebertjes eigenlijk. Ja, dus gewoon die wattenstaafjes en die zitten in een hele grote ijskast. Ik hoorde donderdag dat ze op min 80 graden Celsius worden bewaard. En dit wordt een heel lang en complex verhaal, dat zal ik dus niet doen. Doe maar niet. Ja. Dus, je hebt nu wetgeving en die zegt eigenlijk zo van, die
die staafjes met wangslijm, die vallen onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dat is dus goed afgeschermd. Maar in die wet staat ook dat het gebruikt mag worden voor wetenschappelijk onderzoek. En wat er momenteel dus gaande is, is dat die wattenstaafjes van die veroordeelde personen, ja, op dit ogenblik wetenschappelijk bestudeerd worden door een instituut in Rotterdam. En daar heeft de DNA-databankbeheerder informatie verstrekt, niet over de achternaam van degene van wie het is, hè, dus het is geanonimiseerd, maar wel over de geboorteplaats van de donor. Dus, wacht even, wat voor onderzoek is dat dan? Wat gebeurt daarmee? Dat ging ik nu vertellen. Ah. ze doen dus daar. Mag ik vast een biertje bestellen? Ik kom zo. Ja? Ze doen daar dan genetisch onderzoek. Dan gaan ze kijken naar specifieke kenmerken in het DNA. Waarschijnlijk op het Y-chromosoom, maar het kunnen ook andere stukjes DNA zijn. En dan gaan ze kijken van, oh, we vinden dit cluster DNA vinden we heel erg vaak in El Hoceima, dat is een stad in Marokko. Ja. En als je dus op een plaats likt dat stukje DNA vindt, dan weet je van, oh, waarschijnlijk, ja, dat de donor van dit materiaal afkomstig is uit Noord-Marokko. En zo doen ze dat ook voor Paramaribo, voor Oranjestad of Willemstad. Voor en speelt, kan dat een rol spelen in de opsporing dan? Dat moet wordt dan in de opsporing gebruikt. Want als je dan niet weet van, we hebben een onbekende verdachte, we weten niet hoe die eruit ziet, maar vermoedelijk, of we vinden dit type DNA vinden we vaak in Marokko, dan weet je dus dat je op zoek moet naar Marokkaanse dader. Of dan ga je op zoek naar in de Marokkaanse gemeenschap. Ja. Lex, je bent betrapt. Nou, wat doen jullie allemaal met die wattenstaafjes? Nee, dit verhaal ken ik niet. Okay. Natuurlijk wordt er fundamenteel onderzoek gedaan naar zeg maar, geografische herkomst. Je kan dus wetenschappelijk dat uitzoeken. Maar dat daar DNA van veroordeelden voor gebruikt worden, dat ken ik niet. Ik zou wel graag willen weten waar dat geregeld is. Want dat kan met toestemming of met een wettelijke grondslag. Beide is denk ik niet het geval. De wettelijke grondslag is er. Dat voor DNA van veroordeelden hiervoor gebruikt mag worden voor dit doel? Nou, dat staat niet zo letterlijk in de wet. Maar er staat wel in de wet van de items, de objecten die zeg maar onder die wet resorteren, zegt dat goed? Ja. Die mogen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. En het onderzoek dat in Rotterdam wordt gedaan is wetenschappelijk onderzoek. Dus valt het binnen de rijkwijde van die wet. Ja, en tuurlijk willen die wetenschappers dat onderzoek doen. Dat snap ik ook wel. Ja. Maar de cruciale vraag is natuurlijk, wordt die informatie teruggesluist naar die databank en gebruikt? Het wordt straks gebruikt om die opsporing zeg maar verder te organiseren. Het wordt gebruikt om profielen te maken, niet in de zin van een DNA-profiel, maar in dit type DNA hoort vaak bij deze regio of bij dit soort lange mensen of bij blonde mensen of bij. En dat kan dan wel gebruikt worden in de opsporing. Maar dan kom je dus op persoonskenmerkachtige herkenning. Ja, dat is dat facet waar we dan zeg maar nu oogkleur, haarkleur en zeg maar je kan die geografische herkomsttypering kan je natuurlijk verder uitbreiden. Nou, dat zijn fundamentele onderzoeken die in Nederland en ook wereldwijd gedaan worden. Het is natuurlijk wel zo als het onderzoeksmateriaal wat daarvoor gebruikt wordt, dat wordt niet één op één teruggekoppeld met de desbetreffende personen. Dat gaat natuurlijk anoniem, maar je moet natuurlijk wel op basis van die pool die daarvoor beschikbaar gesteld wordt, wordt gekeken van ja, hoe vaak komen bepaalde kenmerken bij die delen in de wereld voor. Ja. Dat soort informatie, hoe belangrijk is dat eigenlijk in de rechtsgang? Belangrijk is DNA überhaupt in de rechtszaal? Ja, dat zijn twee heel verschillende vragen. Als je het over dat laatste hebt, die uiterlijke kenmerken, dat is heel weinig relevant in de rechtszaal. In de meeste gevallen werkt het alleen maar om uit te sluiten. Zoals in die Vaatstra-zaak, dan weet je dat het niet iemand is uit het asielzoekerscentrum. Ja. Maar dan iemand uit Friesland, nou, dat helpt je niet heel erg veel verder. Ja. Je kunt nu haarkleur en oogkleur afleiden. Nou, in de meeste gevallen zul je in Nederland dan blond, lichtbruin haar aantreffen. Je moet eigenlijk, dat soort onderzoek moet je eigenlijk zien als een soort opsporingsinformatie. Ja, je hebt een spoor, daar kan je in principe veel informatie uithalen, maar voor de rest is er niks bekend. Nou ja, dan is het interessant om te kijken van kan je iets zeggen richting oogkleur, haarkleur. Betekent niet als die test zegt hoog op. De kans is, wat we aantreffen, komt vele malen vaker voor bij mensen met blauwe ogen dan met bruine ogen. Dus in die orde van grootte moet je het zien. Het is niet, hij heeft blauwe ogen. Of,
Maar dat kan natuurlijk wel helpen in een opsporingsfase. Eigenlijk is het een soort met compositietekening die dus wat meer inkleurt. Ja, of letterlijk een haar die je vindt op de plaats delict. Ja, een haar. Of een oog. Maar het zal kijk, in de rechtszaal doet dat het op een gegeven moment vaak niet meer toe, want het is echt opsporingsinformatie. Als iemand uiteindelijk in beeld komt, meestal helpt het in eerste instantie om categorieën uit te sluiten. Dus als je 10 verdachten hebt en het is vermoedelijk iemand met bruine ogen, nou dan heb je de 2 verdachten met blauwe ogen, kun je dan iets op een lager pitje zetten. Ja. Het kan ook helpen soms om echt een wat kleinere groep te hebben. Daar zou je dan bijvoorbeeld zo'n vrijwillig DNA-onderzoek op kunnen doen. Maar wat uiteindelijk als bewijsmateriaal gaat gelden, is altijd de match. Want dan ga je een klassiek DNA-onderzoek doen. Ja. En dan heb je de hele voorfase niet zoveel meer nodig. Dat is dus jouw tweede vraag. Wat is nou het belang van DNA in de rechtszaal? Ja, ja, dat is wel vrij groot. Ja, maar is dat ook reëel? Of is dat omdat we dat allemaal met elkaar verzonnen hebben? Is het een belangrijke vorm van bewijsmateriaal geworden? Ja, maar wat is de vraag die daarachter zit? Nou ja, kijk... Kun je een zaak winnen met alleen maar DNA? Dat hangt er een beetje vanaf. Op zich niet. Eén bewijsmiddel is geen bewijsmiddel. Mm-hmm. Dus je hebt altijd steunbewijs nodig. Nou, ik vraag het hierom. Wat ik grappig vond in Lex's verhaal was dat hij het niet had over de dader, maar over de donor van een spoor. Ja, dat is heel en dat is volgens mij een heel belangrijk verschil. Ja. Ja, dat is ook in feite waar het bij ons ophoudt. Kijk, wij kunnen hooguit spreken over de donor of degene van wie het spoor achterlaat. Mm-hmm. De stap naar of iemand een dader is, die ligt dus in principe eigenlijk bij de rechter. Wat cruciaal is in DNA-onderzoek is dat je natuurlijk, en dat zien we natuurlijk dagelijks, dat kijk, die match, die technologie, die is zo uitgewerkt, uitgekristalliseerd. Kijk, over een match is over het algemeen geen discussie meer, technisch gezien. Ja. Maar wat de hamvraag is, van dat spoor waar nou die profiel uitkomt, in welke mate heeft het dan met het delict te maken? Hoe zeker zijn we daarvan? Hè? Ja. En we, dat is dan politie, OM. Mm-hmm. En wat je natuurlijk heel veel ziet, kijk, we hebben in de beginjaren DNA, was het een DNA een soort panacee, een wondermiddel. Er was een match en in feite die verdachte dacht, oh ja, ik ben de Sjaak, ik beken. Nou, dat is die tijd ligt gelukkig ver achter ons. Ja. Wat je nu ziet, is dat het toch steeds meer ook bijna een steekspel wordt tussen de OM, verdediging, van ja, hoe gaan wij dat DNA, die match die er eenmaal ligt, hoe gaan wij die zeg maar in de context van het verhaal plaatsen? Maar is dus niet zo overtuigend dat je kunt ophouden met praten? Ik kan eigenlijk wel zeggen, als wij een bloedspoor vinden en dat match met Piet, met die huidige systemen, dit is heel oud, met die huidige systemen, met die piekenprofielen, krijg je gewoon een ongelofelijke zeldzaamheidswaarde, waar je eigenlijk wel kan zeggen van dat bloedspoor is van Piet. Daar is ook geen discussie meer. Er zijn gevallen dat het duidelijk minder goed is. Maar de vraag is, denk ik ook vooral, is het een bloedspoor? En zo verklaar je dan hoe dat bloed daar terecht kwam? Hoe komt dat bijvoorbeeld daar in de Deventer-moordzaak? Dan mag ik een vraag stellen, Lex? Ik kijk af en toe naar die DNA-databank en zeg maar de hoeveelheid sporen die erin komen. Maar volgens mij op jaarlijkse basis, als er 30.000 sporen worden toegevoegd, dan is dat al behoorlijk wat. En ik weet niet hoeveel eruit worden gehaald, maar dat is dan zeg maar het aandeel van opgeloste zaken. Ja, dat zullen, laten we zeggen 20.000. Maar hoeveel misdrijven worden per jaar gepleegd? 5 miljoen? Dus als je dan kijkt van wat de bijdrage is van DNA-bewijs in de rechtszaak, is het vrij beperkt. Van in 1 op de 10, 1 op de 20, 1 op de 100 misdrijven draagt DNA bij aan het oplossen van de zaak. Dus het is maar net hoe je het bekijkt. Het hangt een beetje ook met jouw eerdere punt van de effectiviteit. Je kunt zeggen, als het maar in 1% van alle misdrijven helpt, dan is het niet erg effectief. Als je zegt van het helpt in 90% van de moordzaken, dan is het wel heel erg effectief. Dus het hangt er maar vanaf hoe je de appels en de peren definieert. De ervaring is wel, kijk, natuurlijk lang niet alle zaken, wordt DNA-onderzoek gedaan. Ja. Dus dat wat Victor aangeeft. Wat de ervaring is wel, als er DNA-onderzoek plaatsvindt in een zaak, dan is dat vaak wel een ding. Ja, dan wordt daar goed naar gekeken. En waar we nu tegenwoordig heel veel zien, is dan gaat die discussie bijna altijd over, hoe komt het daar? Wat is de relevantie ten aanzien van het misdrijf? En daar, je ziet een verschuiving dat advocatuur daar allerlei middelen op inzet om maar een verhaal ten opzichte van het OM-verhaal te zetten, waardoor ook dat DNA verklaard wordt. Ja. En het probleem is dat is voor een rechter, dan wordt dat lastig.
Want als het verhaal van de verdediging ook aannemelijk is of niet absurd klinkt, ja, dan wordt dat lastig. En wat wij nu vinden. Wordt het lastig, dan heb je gewoon iets wat in de juristerij vaak gebeurt. Namelijk, je hebt verschillende opvattingen en de rechter mag het zeggen. Dan is het verhaal van hoe waarschijnlijk is dat DNA, dat bloedspoor of die spermasporen, in het licht van het verhaal van het OM en in het licht van het verhaal van de verdediging. En wat je nu een verschuiving ziet, waar vroeger die DNA-deskundige gewoon eigenlijk puur bleef bij van ja, het kan, dat bronniveau, hè, is het van hem, wordt ook steeds meer gevraagd aan forensische experts van wat jullie hebben gevonden, dat sporenbeeld, die DNA, die hoeveelheden DNA, die combinaties van DNA, past dat nou beter bij het verhaal van het OM of past dat nou beter bij het verhaal van die verdediging? En dat is een interessante verschuiving, maar wel een hele belangrijke. En dat daarmee geven we ook aan hoe die worsteling van het OM en van de advocatuur en de rechtbank is. Van ja, hoe plaatsen we nou dat enorme sterke middel, want dat is DNA. Een DNA-match is wel een ding. Ja. Hoe plaatsen we dat dan in die zaak? Ja. Is het nuttig dat rechters bijvoorbeeld in detail begrijpen hoe dit soort bewijsmateriaal wordt geconstrueerd of aangeleverd? Moeten ze kortom verstand hebben van DNA? Op hoofdlijnen wel, op detailniveau denk ik niet. Ik denk dat zo'n presentatie als wij nu gehad hebben op zich voldoende zou kunnen zijn. Ja. Met de kanttekening dat een basiscursus statistiek ook niet verkeerd zou kunnen zijn. Het NFI is inmiddels ook een stuk beter in het rapporteren van wat het betekent dat er een match is. En om dat op een bepaalde manier te presenteren, zodat dat voor de gemiddelde rechter iets betekent. Maar als er ergens een cijfer staat van een kans van 1 op 1 miljard, dan denkt iedereen gelijk, oh, dan heeft hij het dus gedaan. Ja. En statistisch gezien zitten er allerlei vooraannames en de manier waarop je dat interpreteert. Daar zitten een paar denkfouten in. En een basiscursus om die denkfouten te herkennen, die is wel heel nuttig voor rechters. Ja. Hoe gaat dat in Engeland eraan toe met DNA-bewijs? Nou, je hebt daar een heel ander juridisch systeem, hè? Van wat we hier het gematigde inquisitair systeem noemen. En van er wordt inderdaad wel af en toe gestruggeld. De degens worden wel eens gekruist in de rechtszaal over de juiste interpretatie van het DNA-bewijs. Maar door de banken genomen is hier in Nederland is DNA-bewijs is een rapportage. Met het briefhoofd van het NFI en de handtekening van Lex en nog een collega die alles nog een keer schaduwt om zeker te weten dat je dus niet twee samples hebt verwisseld bijvoorbeeld. En dat is daar niet zo. En het mooie aan die papiertjes is dat ze eigenlijk niet terugpraten. Dus de rechter die ziet het en die denkt van nou, dat is mooi. Ja. In Engeland is wat meestal als bewijs geldt, maar ook niet altijd. Hè, maar ik ben even een ideaal type aan het schetsen. Wat je in Engeland hebt, je hebt daar het adversarial systeem. Waarin zowel de aanklager als de verdediging zijn eigen expertise mag mobiliseren. En er wordt dan een DNA-match gepresenteerd. En dan gaat de verdediging en de aanklager, die roepen dus allebei hun eigen getuigendeskundige op. En die gaan vertellen van wat dat is. En dan is het aan de factfinder, dat is soms de jury en soms is de rechter. Ja. Aan hen is het dan om dat te wegen. Om het te wegen en zich te laten overtuigen wat zij het meest overtuigende verhaal vinden. Ja. Ja, dus de dynamiek is wat anders, want in het ene geval heb je dus zo'n stukje papier dat niet terugpraat. En in het andere geval heb je twee experts die met z'n tweeën vraag gaan houden over de beste interpretatie. Maar het zijn nou wel een beetje karikaturen. Je dat zeg ik. Ideaaltypes die je schetst. Ik was karikaturen aan het schetsen. Maar wat is er tegen die karikatuur? Nou, het Nederlandse systeem is in de afgelopen decennia veel adversairder geworden. Veel meer met tegenspraak. Ja. En zeker ook sinds de grote fouten die gemaakt zijn in een aantal zaken, is er veel meer ook een cultuur van tegenspraak gecreëerd. En zijn advocaten ook veel bewuster dat ze ook tegen technisch bewijs iets kunnen doen. Dus langzamerhand is, denk ik nu in de rechtszaal, veel meer dat er wel niet het papier praat terug, maar de verdediging die stelt vragen aan dat papier en dan wordt dus een forensisch deskundige opgeroepen. Maar dat is dus die discussie waar Lex het over heeft? Ja, je ziet een enorme verschuiving. Want de laatste 5, 6 jaar worden met grote regelmaat deskundigen opgeroepen.
En dan gaat het inderdaad echt om wat wij dan noemen het activiteitniveau. Hoe komt iets ergens? Ja. Kan je dat in die context plaatsen? Ja. En wat natuurlijk. Kijk, het probleem is gewoon, er zijn twee werelden die elkaar eigenlijk niet helemaal snappen. De jurist is een echte alfa, kan je niet voorstellen. En dan heb je dus een instituut met alleen maar beta's. Nou, dat zijn twee aparte werelden, die moeten elkaar vinden. En daarin zijn we denk ik de laatste 10 jaar ongelooflijk goed bezig om dat steeds dichter bij elkaar te brengen. Maar het blijven twee verschillende werelden. En het is een continue dynamiek van hoe vertellen wij die voortdenderende trein van technologie, hoe blijven we dat goed uitleggen. En wij geven heel veel cursussen vanuit het NFI op locatie via organisaties. Maar het blijft gewoon continu elkaar bij blijven praten. En dan heb je een zaal met rechters en dan gaan ze eind van de dag weg en zeggen, ja, nou, snappen we het helemaal. En dan, maar als je een half jaar later, dan vertel je het weer opnieuw. Ja. En dat is ook niet gek. Maar dat is wel de manier zoals het gaat. En ik vind voorheen, en dat was een van de lessen van wat we dan noemen Schiedam, is we moeten elkaar beter snappen. En we moeten, dat betekent, we moeten allebei ook energie steken om elkaar te begrijpen. Even, de rechter moet even ook, toch in twee zinnen, Schiedam? Parkmoord hebben we. Nou, de belangrijke les van Schiedam is dat eigenlijk vanaf dat moment er een omslag begon van hey, we moeten elkaar beter begrijpen van wat zijn we aan het doen. En kijk, voor die tijd was het ook niet gek. Je had dus heel veel ingewikkelde technologieën die werden daar uitgeoefend door mensen die de hele dag in een laboratorium zaten. Daar kwam iets uit en dat was het. Ja. De belangrijke les van Schiedam is dat we gewoon beter gaan kijken van wat zijn we aan het doen. En snappen we eigenlijk wat we aan het doen zijn. Ja. Snap ik als rechter met dit verhaal wat ik ermee moet? Nou, dat is niet zo simpel. Maar we zijn denk ik 10 jaar verder en hebben ongelooflijk veel gedaan. Er is ontzettend veel veranderd. Maar je moet heel alert blijven. De officier, de rechter, de advocaat zal er toch bovenop moeten zitten van waar ben ik mee bezig. En je hoeft geen DNA-deskundige te worden. Ja. Maar wij hadden zeggen van neem de moeite, volgens een cursus. We hebben genoeg gepubliceerd wat toegankelijk is. Neem die kennis tot je. Nou, oké, dat is de kennis van zaken, maar het gaat natuurlijk ook over de mogelijkheid om kritisch te zijn over wat maar daardoor kan je ook, als wetenschap wordt gepresenteerd bij wijze daar van. Kan je ook, daardoor kan je ook beter doorgronden. Ja. En het is heel simpel, wij geven heel veel cursussen waarin dan komen ze binnen en dan hebben ze eigenlijk niet, snappen ze eigenlijk niet goed hoe zo'n rapport in elkaar zit. En aan het eind van de dag dan is het gewoon helder. Ze zeggen, oké, zo moet ik het lezen. En dat is gewoon met een aantal vingerwijzingen goed aan te geven. Victor Thoma, het gaat allemaal fantastisch en enorm vooruit. Ik heb op een of andere manier het gevoel dat je het daar niet helemaal mee eens bent. Nou, ik denk dat ik door de banken genomen vrij kritisch ben, inderdaad. Maar je ziet inderdaad veranderingen. En een van die veranderingen is, ook al zitten daar ook allerlei haken en ogen aan, dat het forensisch onderzoek meer vrijgegeven wordt. Daar heeft Pet Jaap 2 jaar geleden, 3 jaar geleden een rapport over gepubliceerd. Mm-hmm. En wat je eigenlijk ziet nu, is dat er nieuwe forensische aanbieders toetreden tot de forensische markt. Of er nou een markt is of niet, dat is de vraag. Maar goed, er gaat vrij veel geld om. Maar even forensische markt, dat zijn mensen die sporen kunnen ophalen of analyseren? Er zijn naast het NFI en het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek in Leiden, zijn er sinds 2009 het Independent Forensic Service, een Verilabs in Leiden en het Forensisch Instituut in Maastricht. Maar dat betekent dus dat bijvoorbeeld de verdediging naar die andere instituten kan met de vraag van kunnen jullie contra-onderzoek doen? Ja. En het mooie aan het doen van contra-onderzoek en dus ook dat die resultaten bediscussieerd worden voor de rechter, is dat het een vorm van publiekseducatie is, waarbij dus die twee verschillende posities bediscussieerd worden en de rechter eigenlijk geïnformeerd wordt over de stand van wetenschap. Sorry, ik verstond u niet. Wat zei u? Nou, het wordt mij een beetje te abstract. Waar gaat het dan eigenlijk om? Want je hebt een MFI DNA, en je hebt meer dingen. DNA is iets wat ik heb geleerd. Dat is onomstotelijk vast bewezen. Mm-hmm. Dat ziet zo en zo eruit. Dan is er toch geen discussie meer over. Ja, waar gaat die discussie over? Dat is een hele goede vraag. Nou, dat vrijgeven van die forensische markt kan. Dat kun je voor allerlei verschillende types sporen doen. Ja. En sommige van die kleinere bedrijfjes die specialiseren zich ook in bijvoorbeeld spraakonderzoek of in chemisch onderzoek. DNA-onderzoek kunnen zij ook doen. Maar dan gaat het denk ik iets meer of om de onvolledige sporen. Waarbij je dus niet zo'n 15, zo'n prachtig profiel krijgt. Maar waarbij je dus veel meer moet afvragen hoe interpreteren wij dat spoor. Een spoor waar je er maar 10 uit kunt halen. Ja, bijvoorbeeld. Of waarbij je een mengprofiel hebt. Waarbij je niet goed uit elkaar kunt halen wat van wie komt.
Ja, je kan eigenlijk grofweg zeggen van sporen met voldoende DNA. Daar krijg je in de regel gewoon goede profielen uit die gewoon alle kenmerken zichtbaar maken. Het probleem zit er vaak bij wat we noemen minimale sporen, sporen met weinig DNA, waarbij ook nog vaak het onderhevig geweest is aan invloeden. Kijk, zo'n spoor ligt natuurlijk buiten en daar kan van alles mee gebeuren. Nou, daar kan je allerlei technieken op inzetten en daar kan je natuurlijk wel eens verschillen zien in resultaten als je het onderzoek doet. Maar die verschillen zijn over het algemeen in een bandbreedte. Het kan niet zo zijn dat het NFI daar een profiel uit haalt en bijvoorbeeld Verilabs in Leiden een compleet ander profiel. Zo werkt dat niet. Ja, precies. Maar wat soms ook zou kunnen voorkomen is dat je bijvoorbeeld op een bepaald kledingstuk het NFI laat kijken van vinden we daar DNA-sporen op? Nou, dat vinden ze dan niet. En dan kan een onafhankelijke onderzoeker die misschien net wat andere technieken heeft, soms nog wel een heel klein spoor vinden waar die dan wel een DNA-profiel van kan maken. Ja, ja. Wat bent u stil? Dat ligt misschien aan ons, hoor. Ja, kijk. Hier is een vraag. Ik vraag me af, ik heb begrepen dat misdaad ook niet stil zit en een beetje professioneel misdadiger tegenwoordig een zakje met verstorend materiaal meeneemt. Dat lijkt me iets voor Meulenbroek. Ja, bedoelt verstoord materiaal? Sperma van iemand anders, bedoel je dat? Wat dan ook. Oké, ja. Waardoor je dus de halve stad meteen kunt inrekenen. Oké. Ja, goed idee. Gebeurt dat? Dat een misdadiger gewoon een asbak met peuken neerlegt die niet van hem zijn. Bedoel je dat? Ja. Nou ja, we kennen die verhalen. Ik ken geen zaak waarin dat, het zal ongetwijfeld gedaan zijn, alleen maar je komt natuurlijk bij de kernissue van DNA-onderzoek en omgaan met DNA-bewijs, is het moet natuurlijk passen in het gehele verhaal. En als Piet daar, een peuk van Piet ergens neergegooid is in een café waar hij nooit geweest is, dan zal die informatie, gewoon die match die er wel is, toch wel zeer op het activiteitniveau, hoe komt ergens daar, ter discussie stellen. Dat kan het onderzoek natuurlijk wel flink vertragen. Als je heel veel van die peuken moet onderzoeken en dan even kijken van was die persoon daar en was die er niet. En, en wat je ook ziet, dat noemen ze offender awareness. Dat misdadigers maatregelen nemen om geen DNA te verliezen. Dat verkrachters hun slachtoffers dwingen om een vaginale douche te nemen. De slachtoffers met borstel, zeg maar, afborstelen om te zorgen dat de huidschilfers en haren weg zijn. Dat ze zich moeten douchen. En dan vervolgens met nieuwe kleren aan ergens in het bos gedumpt worden. En dat ze daar vandaan dus naar de politie kunnen, maar de politie geen sporen meer vindt. Dat is niet een uitzending van Moors, maar realiteit. Het is mij door een van de collega's van Lex afgelopen week verteld. God. Ja. Dit is geen tip, dames en heren. Daar was ook nog een opmerking. Ja, hallo. Ik ben een van die andere aanbieders van Forensisch DNA. Dus ik wil er even op inhaken over die voorbeelden. We willen graag namen en rugnummers. Mijn naam is Maarten Blom. Ik ben van Verilabs. Oké. Er zijn ook hele praktische voorbeelden. Dat zakje met DNA en die peuken. Ja, we kennen natuurlijk niet verhalen van misdadigers die zeggen dat ze dat gedaan hebben. Maar er zijn wel duidelijke aanwijzingen dat bijvoorbeeld overvallers die in een groep opereren, hun kleding die ze als bedrijfskleding gebruiken, dus ja, hun bivakmuts, zeg maar, of die zwarte jas, dat ze die met elkaar delen. En dan vind je dus DNA van heel veel personen op dat soort spullen. Dus dat is niet onrealistisch. Wat dat betreft. Ja, oké. Okay. Die voorbeelden die ik van Victor hoorde over dat schrobben en zo, dat vond ik wel. Waar heb je dat gehoord? Want dat lijkt me wel heel ineffectief en heel. Van zijn collega, Maartje. Hoe heet ze ook weer verder? Ja. Elderen Bos. Het is één grote familie. Tijdens de presentatie bij ons in het centrum in Engeland. Ja, op zich, wij zijn natuurlijk zaken uit het verleden waar inderdaad een dader, een serieverkrachter, gewoon steeds schoner ging werken. Ja. Het zijn natuurlijk hele zieke mensen, dus ook de slachtoffers ging wassen. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk hebben we ze ook in zijn geval via DNA kunnen vangen, want perfect is het nooit. Dus, maar er zijn dit soort zieke mensen die zullen dat soort voorzorgmaatregelen treffen. Maar ook dat werkt nooit 100%, is de praktijk uitgewezen. Oké, tot slot. We begonnen met eigenlijk toch een beetje die vraag naar aanleiding van al het gedoe rond iedereen in de databank. Hè? Willen we dat wel of niet? We hebben daar geloof ik de hoofddader van deze discussie ook nog op een videootje staan. Klopt dat? Laten we daar even naar kijken. Dit is iets anders.
iedereen, Claudia, ik, alle mensen hier in de studio, hun DNA-wangslijm geven? Ik wil dat omdat daar diverse voordelen aan zitten. Het is niet alleen een hulpmiddel in de opsporing van misdrijven, maar het is ook buitengewoon dienstig in tijden die we op dit moment niet hebben, maar die er morgen kunnen komen, van terroristische aanslagen, oorlogen en natuurrampen. Op het moment dat er een tsunami over Nederland heen komt, of we krijgen een aanslag zoals in de Verenigde Staten is geweest op de Twin Towers, dan is altijd het probleem dat je eigenlijk bijna niemand meer kan identificeren. Lichamen in verregaande staat van ontbinding, soms aan stukken. En het is natuurlijk, dat is dan een enorm probleem. En heb je een databank, dan kan je dus als je een been of een arm of andere lichaamsdelen vindt, kan je dat meteen thuis brengen. Nu is het zo dat er geen DNA van mensen is. Dus het is niet alleen een hulpmiddel in de opsporing, waarbij een zaak als die van Marianne Vaatstra gewoon like dit zou zijn opgelost. Maar ook in die situaties van aanslagen, terrorisme, oorlog, natuurrampen, onmisbaar bijna. En iedereen moet gewoon meedoen. Het moet vind ik plicht wel. Zijn. Ja, laat ik zeggen, ik vind de nadelen die daaraan zitten. Natuurlijk moet je dat allemaal goed regelen, met waarborgen, et cetera. Maar de voordelen zijn groter dan de nadelen. Volgend Jens. Interessant, dacht ik toen ik het zag. Een misdaadverslaggever die het heeft over tsunamis die over Nederland razen en dat je dan de armen nog thuis kunt brengen. Heel plastisch. Dus straks vroegen jullie bij het diner, is er iemand eigenlijk voor de databank hier aan tafel? We zagen net dat hier in de zaal het ook nogal meeviel. Maar ja, ergens zit er natuurlijk wel een kern van een goed idee in. Namelijk, als je alles weet, kun je een aantal dingen makkelijker vinden. Dus waarom doen we het niet? Je kunt ook bij iedereen camera's in huis plaatsen, dan is mishandeling thuis ook een stuk minder. Ja, en waarom moeten we dat niet doen? Omdat er grenzen zijn aan wat je wil aan maatregelen die iedereen raken, om een bepaalde kleine groep om daar iets aan te doen. Ja. Het heeft allemaal eigenlijk te maken met hoe je risico's inschat en waardeert en reguleert. Langzamerhand zijn we steeds risicomijdender geworden. Dit vind ik daar een heel sterk voorbeeld van. Als er dan een grote ramp in Nederland gebeurt, kun je iedereen identificeren. Nou, als die ramp zou gebeuren, wat een zeer kleine kans is, hoe erg is het dan dat we dat niet kunnen identificeren iedereen? Nou, dat is misschien niet handig. Maar dat moet je dan afwegen tegen de nadelen. Kennelijk heeft Peter R. de Vries daar een andere afweging van. Die afweging moet iedereen voor zich maken. Maar de vraag is wel, hoe ver wil je gaan in het verkleinen van hele kleine risico's, die dan vervolgens maatregelen betreffen die iedereen op een misschien klein niveau, maar toch wel iedereen raken. En waarbij je dan ook wel fouten kunt krijgen. En als er dan zo'n oorlog komt en we krijgen dan wel een Hitler aan de macht, dan wil ik ook niet weten wat die met zo'n databank gaat doen. Ja, nu we toch over grote scenario's aan praten zijn. Ja, nee, en afgezien daarvan, ik wil twee antwoorden geven. Het eerste is een grapje. De Vries die zegt daarvan, als er een tsunami over Nederland heen spoelt, dan kan je meteen als dit zeg maar iedereen identificeren. Maar wat de Vries vergeet is dat het NFI best wel dicht bij zee ligt. En dat het NFI waarschijnlijk meteen wordt weggespoeld door zo'n tsunami. Wat hij ook zegt. En waar zitten jullie? Niet veel hoger. Oké, ja. Wat de Vries ook zegt is van, dat moet je allemaal goed borgen. En als hij dat zegt, dan denk ik, dat moet je in de wet borgen. Wat het zou betekenen is dat dan ook in de wet zou komen te staan, iedereen moet in de DNA-databank. Ja. Nou, ik heb dit argument eerder gemaakt van, in Friesland, in de Vaatstra-zaak hebben we gezien dat 10% niet komt opdagen. En dat als je dat zeg maar zou doortrekken naar zo'n bevolkingsbrede DNA-databank, en 10% van die 17 miljoen mensen die in Nederland wonen, die komen niet opdagen, heb je het over 1,7 miljoen mensen. Als het in de wet komt, wat de Vries dus eigenlijk zegt, dan moet je die allemaal dat, met die, dat de politie 1,7 miljoen onschuldige burgers moet gaan ophalen. Dus het is een slecht idee. Op zijn minst onpraktisch, zou je kunnen zeggen. Slecht idee. Kijk, zoiets zou niet meer staan in de Verenigde Arabische Emiraten, waar ze er nu mee bezig zijn. Dat is een dictatuur. Ja. Daar kan het. Singapore zou ook kunnen, van gaat de koningin over 2 dagen heen op bezoek. Maar het zou daar prima kunnen, zeg maar.
Maar je gaat toch niet zoveel onschuldige mensen, burgers, oppakken? Ja. Nou, ik vind het interessant het punt. Je hebt er nu een paar keer zeg maar de abstractie van DNA afnemen en van 10% die niet komt opdagen, even vertaald in heel praktische beelden. En dat is volgens mij heel nuttig, omdat je makkelijk door de woorden laat verleiden, terwijl de praktijk gewoon een busje voor de deur is met op zijn minst 2 bromsnorren en misschien wel meer. Toch even nog die algemene databank. Zijn jullie er klaar voor? Nee, we zijn er zeker niet. En jullie willen het ook niet? Nou ja, ik moet voorstellen, we hebben het veroordeelde traject wat in 2005 begon. Nou ja, er werd net terecht gezet, in 2010 was dat helemaal op de rails. We hebben toen enorm geïnvesteerd in een afname of een isolatiestraat om het allemaal te doen. Nou, daarmee konden we zich 50.000 profielen per jaar extra doen. Nou, in die orde van grootte moet je denken. En, dus het NFI is daar natuurlijk niet klaar voor. Als je dat zou willen als samenleving en overheid, dan moet je dus een enorme investering doen. En die is astronomisch. En ja, kijk, wat ik liet zien, de huidige DNA-databank is een zeer effectieve en efficiënte databank. En je kan zeggen, daar kan je natuurlijk misschien nog iets in ruimte in gaan opzoeken. Ja. Maar de meerwaarde die je zou willen hebben ten opzichte van de enorme investering, die is natuurlijk in geen verhouding met wat er nu speelt. Zijn dat wel dingen waar jullie op beleidsniveau over praten? Van, nou, als we nou nog eens, weet ik veel, 10% erbij pakken, komen we zoveel verder? Nee, die discussie, het eerste is NFI uitvoerend. Wat wij doen in die discussie naar de politiek is aangeven wat technisch mogelijk is, wat is haalbaar. Ja, maar die vragen ook. Maar wij hebben daar geen mening over van, nou, je moet nu die... Nee, maar als je een Kamerdelegatie over de vloer krijgt, die zeggen, beste meneer Lex, als we nou eens, weet ik veel, nog 2 miljoen mensen erbij stoppen, levert dat wat op? Nou ja, die sommen hebben jullie wel gemaakt. Nou, dat kan het OM natuurlijk ook doen, want wij rapporteren die matches aan het OM. Dus natuurlijk zul je meer matches vinden, natuurlijk zul je meer misdrijven oplossen, dat is duidelijk. Alleen moet je je afvragen van die meerwaarde in investeringen, is dat nog in verhouding, los nog even van alle privacy elementen ten opzichte van wat je meer boekt. Ja. Kijk, een misdrijf zoals de Vaterzaak voorkom je niet. Heel veel misdrijven voorkom je dus niet, want dat zijn dingen die in een opwelling gebeuren dus het voorkomend effect, ik denk dat je dat al ziet aan de draaideurcriminelen die je dus daardoor wel in beeld krijgt. Ja. Maar Jasper S. had je niet gevonden? Nou, je had hem natuurlijk eerder gevonden als hij in de databank zat, maar je had het misdrijf nooit voorkomen. Ja. Okay. En hij zou niet in de databank hebben gezeten, want hij had nooit eerder iets gedaan. Althans, hij had wel iets gedaan, maar... Maar dat was weer zo'n glas waarschijnlijk. Ja, precies. Er was daar nog iemand... Ja, ik vroeg mij eigenlijk af hoe houdbaar die economische argumenten zijn. Want we slaan nu alle vingerafdrukken op van mensen die een paspoort willen. Wat zou erop tegen zijn als je het kostentechnisch bekijkt om DNA-profielen op te slaan? Dat lijkt me niks duurder en net zo makkelijk te organiseren. Ja, volgens mij is Jaap Jongbloed gewoon voor. Wacht even op de microfoon. Wat ik jammer vind is dat je kunt heel makkelijk de opmerking van Peter de Vries ridiculiseren. Maar dan moet je dat doen met principiële argumenten. En dit wat ik tot nu toe hoor over financiële haalbaarheid en praktische inzetbaarheid van politie, vind ik nauwelijks principieel. Nee, dat zijn praktische bezwaren, maar er zijn ongetwijfeld oplossingen voor te bedenken. Maar iets anders, mag ik een ander punt? Ik ben wel benieuwd naar jouw principiële opmerking hierover dan. Nou, ik ben er tegen, maar tegen het opslaan. Ik ben het absoluut niet eens met de Vries. Dat is een ander punt. Maar wat is dan het principiële argument? Wat ik principiële vind is bijvoorbeeld, we hoorden tussen neus en lippen doorgezegd worden, niet alleen dat die profielen alleen maar cijfertjes zijn, maar dat ze ook in al die verschillende landen, in stand-alone, maar toch niet zo stand-alone, in ieder geval gelinkte databases beschikbaar zijn. En vervolgens dat er in die landen een beperkt aantal gemonitorde en zorgvuldig gescreende mensen toegang toe heeft. Dat wordt al een heel dingetje, een netwerkje. Dat moet je dus in de gaten gaan houden. En dat moet je dus... Ja, ik kan me toch best voorstellen dat er op een of andere manier door een handige hacker die ook in het Pentagon in kan breken, misschien daar ook wel op een of andere manier toegang toe te verkrijgen. Dus of met geld of wat dan ook. Je stelt echt de vraag alsof je de veiligheid... Maar dan zijn er nog steeds alleen maar die cijfertjes die niet... Ja, precies. Zoveel over jou zeggen. Wat dan op dat moment. Maar ik hoor ook zeggen, vind ik ook principieel, er worden sporen nu al
werden toen gebruikt voor persoonlijkheidskenmerken, persoonskenmerken van mensen. Dat mocht eigenlijk nog niet. Maar, ja. En dan kom ik, en dat vind ik een heel sterk argument van jou tegen. Maar dat is die schuivende Dat is op het moment dat je iets mogelijk maakt. Ja. Die grens verlegt, dan is de neiging om die verder te verleggen heel groot. Dus daarom ben ik tegen. Maar dat is dan vooral een argument tegen die koelkast. Of de ijskast, als die min 80 is. Maar niet zozeer tegen de databank waar alleen maar profielen in zitten. In principe zou je, als je het profiel gemaakt hebt, het DNA-materiaal zelf weg kunnen gooien. Daar zou ik zelf een groot voorstander van zijn. Dat wordt dan ook om redelijk praktische redenen niet gedaan, omdat ze achteraf toch weer iets aan analyses op los willen kunnen laten. Ja. Maar mag ik dan toch even We moeten overigens wel gaan afronden. Kort punt. Ik word van een van de redenen waarom ik geen principiële argumenten maak hier, is dat die principiële discussies vaak niet beklijven. En dat zie je bij De Wereld Draait Door. Volker Jensma, een hele goede journalist, weet heel veel van deze materie. Maar hij legt het gewoon vet af tegen De Vries. En waarom legt hij het af? Waarom legt hij het af? Omdat hij die hele abstracte discussie moet gaan voeren. Ja. Kijk, en als iedereen in de databank zit en van op een plaats likt vinden ze 10 sporen, zeg maar, van mensen die er zijn geweest, dan moeten die 10 mensen, die krijgen dus een briefje in de brievenbus of ze zich willen melden bij de politie. En dan moeten zij gaan aantonen dat zij onschuldig zijn. Dat is een omkering van de onschuldpresumptie en een omkering van de bewijslast. Dat zijn principiële argumenten. Maar om die te maken moet je wel, zeg maar, een publiek hebben die dat begrijpt. Dit klinkt heel onaardig naar andere mensen. Maar dat is een andere discussie die ik wel voer in de literatuur, maar ja, niet en in de. En zelfs dit ligt juridisch iets genuanceerder, want dit zou niet echt een omkering van de bewijslast zijn in juridische zin. Als maar jij daar moet uittonen, dan ja, ik wou zeggen, zullen we deze, hoe noem je dat, haarkloverijen tot de borrel uitstellen? Net nu het principieel wordt. Ja. Maar wat ook een principe is dat wij om 10 uur ophouden. Ja, het is al 1 over. En we hebben nog iemand. Kom op. Dus ik wil jullie zeer bedanken voor wat er gezegd is. Dank je wel. En zoals gezegd, we zijn in het café, dus er is waarschijnlijk nog wel wat ruimte. Blijf nog even zitten. Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Weet alles van dode dieren, maar ook van DNA. Jelle Reumer. Goed. Colm, dames en heren, deze hele avond over DNA ging eigenlijk helemaal niet over DNA. Maar over de toegepaste en de controversiële kanten van het molecuul. Namelijk de vraag wat wij ermee kunnen binnen de forensische wetenschap en ook de privacygevoeligheid daarvan. Dus om het DNA te eren ga ik eerst maar even met u terug naar het gedenkwaardige jaar 1953. Het jaar waarin Jozef Stalin stierf. Waarin de dijken braken in Zeeland, waarin uw columnist werd geboren en de structuur van het DNA-molecuul werd ontrafeld. U weet wel, door Watson en Crick. En een dame die iedereen voor het gemak vergeet. Rosalind Franklin. Daar is ze. Op 25 april van het jaar 1953 werd de bekende dubbele helix door de beide heren gepubliceerd in Nature. Dat het DNA de drager van erfelijke eigenschappen was, dat had men al wel eerder in de gaten. Maar hoe het er op moleculair niveau precies uitzag, dat ontdekte dit trio in 1953. Dat alleen Watson en Crick met de eer van de publicatie gingen strijken en Rosalind Franklin slechts bedankten voor haar medewerking, kan misschien worden gezien als het begin van de zondeval van het masculine DNA. Als eeuwige straf voor de beide heren worden de DNA-strengetjes uit opgedroogde spermarestjes tegenwoordig wereldwijd benut om de beoefenaren van overijverig testosterongedrag mee op te sporen. In de DNA zijn al onze eigenschappen keurig vastgelegd in een soort alfabet dat slechts bestaat uit 4 letters, hè? A, C, G en T. Simpeler kan het haast niet. Zo'n 3 miljard van die lettertjes achter elkaar, dat is het zo'n beetje. Althans, voor wat betreft de diersoort mens. Het schijnt overigens, het geheel terzijde, dat de banaan genetisch ingewikkelder in elkaar zit dan wij zelf. Ja, die heeft er meer. Tegenwoordig is de techniek zo ver voortgeschreden dat we die 3 miljard DNA-lettertjes per persoon kunnen uitspellen. En bij ieder individu is het net een beetje anders. Ieder individu heeft uniek DNA, net als de vingerafdruk of de iris-scan. Omdat verkrachters, moordenaars en andere gevaarlijke gekken zelden een vingerafdruk en nimmer een foto van hun iris achterlaten op de plaats delict,
Maar over het algemeen wel DNA. Is nu het DNA-wondermiddel nummer 1 geworden om misdaden op te lossen. Er hoeft maar een haartje, een likje kwijl of een kwakje zaad te zijn vermorst. En de afdeling forensische biologie kan aan de slag. U kent het wel van de tv. Oh wow, I think I found the hair. De vraag is natuurlijk niet of dat griezelig is, maar of we het willen. En dat vraagt men zich af in een tijdsgewricht waarin elke straathoek en ieder perron met camera's is volgehangen. Waarin we van iedereen weten hoe laat en waar hij of zij heeft ingecheckt voor een trein die weer niet eens rijdt. Waarin op een paar complotdenkers na wij allemaal een bonuskaart hebben, zodat de grutter precies weet hoe vaak u in welk filiaal wat voor bier, plofkip of tandpasta koopt. Waarin er intussen geen Nederlander meer is die zijn of haar ziel en zaligheid niet met de rest van de wereld deelt op Twitter, Facebook, LinkedIn of Hives. En er dankzij Google ook nog een duidelijk beeld bestaat van uw zoekvraag naar vieze woordjes. In dat tijdsgewricht dus laait een discussie op over de privacy van DNA. Alsof privacy nog bestaat. Met de genoemde bonuskaart overigens heb je een keus. Er zijn zat mensen die er geen één willen hebben. Zelf vind ik de kennis leuker, een kennis van mij die wel een bonuskaart heeft, maar zijn kaart in de supermarkt af en toe omruilt met iemand anders. Hij vraagt zomaar een willekeurig persoon om van kaart te wisselen. Dat maakt inderdaad niks uit, want je krijgt gewoon de korting op de bonusartikelen, maar het systeem van de grootgrutter raakt er wel volkomen door ontregeld. Mijn kennis koopt dus de ene maand een volkomen ander boodschappenpakket dan de andere maand, en dat geldt voor iedereen met wie hij zijn kaart heeft geruild. We zouden er misschien zelfs een massale volksbeweging van kunnen maken. Een brede Fop de Grutter-hype starten. SYC, swap your card. Met DNA kan dat natuurlijk niet. Je kunt niet je DNA omruilen met dat van iemand anders. En dat is maar goed ook. Stel je voor dat Jasper S. op 1 mei 1999 niet alleen de bonuskaart, maar ook het DNA van een willekeurige dorpsgenoot zou hebben gehad. De bonuskaart is een vorm van uitwisselbare privacy, het DNA is dat niet. En terwijl mijn DNA en dat van u allemaal letterlijk op straat ligt in de vorm van haren, lipafdrukken op bierglazen, huidschilfers en fluimklodders, hoeft het ook niet figuurlijk op straat te liggen. Dan houd ik me toch maar liever aan de one-liner die ik onlangs in Utrecht op een affiche van Loesje zag staan. Privacy? Ik heb helemaal niks te verbergen en dat gaat niemand wat aan. Dank u wel. Goed. Dankjewel, Jelle. Dat brengt ons aan het einde van deze, wat mij betreft, mooie avond. Ik hoop dat u nog even blijft om wat na te praten en te drinken. Rest mij nog op te merken dat wij op 18 februari hier terug zijn. Dat is weer een derde maandag van de maand, namelijk de volgende maand. En dan gaan we het hebben over doe-het-zelf-wetenschap. Wat kunnen amateurs, mensen zoals u en ik, bijdragen aan de wetenschap? En hoe doen ze dat ook vaak? Daar gaat het die avond over met veel voorbeelden, misschien wel van u. Tot ziens, tot dan. Dankjewel. Hey, bedankt. Ja.